Dames en heren, geachte leden van de Raad, ik open de vergadering van dinsdag 28 juni 2016. En constateer dat met uitzondering van mevrouw Juurlink de Raad in voltalligheid bijeen is. Al dus. En ook wethouder Jansen vanuit het college afwezig is vanwege ziekte. Verder geen mededelingen. Dan kunnen wij door naar het volgende agendapunt. Agendapunt 2, vaststelling van de agenda van vandaag. Kunt u instemmen met de agenda zoals die voor ligt? Dat is het geval. Dank. Spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen personen, mensen gemeld om in te spreken op de stukken zoals die voor liggen. Dat betekent dat we snel door kunnen gaan naar agendapunt 4, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Mulder. Christen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn fractie wil graag het volgende punt inbrengen bij de actuele vragenronde. Het gaat om de hoge snelheid op de Dedevaartse weg Noord tussen de Tottenham-Hamstraat en Sluis 7 en het viaduct Jachthuisweg te Lutten. De fractieleden van de ChristenUnie lazen berichten in de krant, maar ook naar gesprekken met omwonenden en buurtvereniging De Gouwe Buurt, dat de bovengenoemde weg door met name de aanwonenden ervaren wordt als een gevaarlijke weg. Buurtvereniging De Gouwe Buurt maakt zich ook zorgen over de hoge snelheden die hier bereikt worden, gepaardgaande met vaak bijna ongevallen. Het betreft een 50 kilometer weg die nog niet zo lang geleden is heringericht. Deze weg heeft een rechtstand van 2,5 kilometer en wordt gebruikt door zowel schoolgaande jeugd naar het basisonderwijs als naar het voortgezet onderwijs. Tevens wordt deze weg gebruikt door het woon-werkverkeer, forensen richting het industrieterrein Dedensvaart en het landbouwverkeer. Kortom, alle weggebruikers kom je op dit tracé tegen. Echter, uit recente snelheidsmetingen komt naar voren dat 85% van de weggebruikers richting Dedensvaart 64 kilometer rijdt in het bebouwde gedeelte en in het onbebouwde gedeelte 70 en richting Lutten 67 kilometer rijdt. En dan nog maar niet te spreken over de topsnelheden tussen 115 en 140 kilometer. Dit zijn snelheden die niet passen binnen een 50 kilometer regime. Tevens geeft Veilig Verkeer Nederland aan dat de weg niet de uiterlijke kenmerken vertoont van een 50 kilometer weg, waar je de weg wel aan zou moeten herkennen. Mijn fractie gaat ervan uit dat het college bekend is met de hoge snelheden die daar bereikt worden. De Gouwe Buurt geeft aan dat verdere acties in voorbereiding heeft, en dat is goed om waar te nemen. Maar aangezien het wegen van de gemeente betreft, zijn de vragen aan het college de volgende. Wat zijn de acties van het college om de snelheden enigszins binnen de perken te houden? En vraag 2, in hoeverre staat het college open om in overleg met de buurtvereniging Gouwe Buurt en plaatselijk belang Lutten tot een definitief plan te komen, zodat ook hier snelheden bereikt worden die passen binnen het snelheidsregime? Dank u wel. Dank voor de vragen. Vragen over verkeer, infrastructuur, snelheid. De wethouder, de heer De Vent, neemt de heer Jansen waar op dit dossier en zal de beantwoording voor zijn rekening nemen. Dank u, voorzitter. Ja, het signaal wat de heer Mulder afgeeft is ook uiteraard bij ons bekend. Zeker ook de actuele ontwikkelingen. Maar zoals u weet heeft het college al enkele jaren geleden in samenspraak met belanghebbenden, dus onder meer plaatselijke belangen, omwonenden en aanwonenden, in het busmaatschappij een herrichtingsplan opgesteld. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een deels fysiek versmallen van de rijbaan, zoals u weet. De aanbrengen van rode suggestiestroken en enkele fysieke maatregelen. En zo de afwaardering naar die 50 kilometer. Deze vorm van inrichting die sluit aan bij het profiel van de weg richting Dedensvaart en volgens het principe van duurzaam veilig is die ook ingericht. Dat wil niet zeggen dat daarmee de problemen zijn verholpen, zoals u heeft omschreven. Wij, het college, monitoren de snelheden op deze route en het lijkt inderdaad dat niet iedereen zich daar aan houdt. Dat is overigens niet alleen voorbehouden aan die locatie, maar dat kennen we op meerdere plekken. We zijn wel wat terughoudend als het gaat zeg maar, om het nog meer toepassen van fysieke maatregelen, want het moet wel passen binnen de functie van de weg, zoals u weet een gebiedsontsluitingsweg. En er zijn ook specifieke eisen rondom bijvoorbeeld de lijnbus die daar langs rijdt en nog meer fysieke maatregelen
zou wel eens een belemmering kunnen zijn voor andere vormen van verkeer. Dus wij zijn wat terughoudend om nu te zeggen van nou, er komt nog een serie fysieke maatregelen aan. Want daarmee breng je ook de functionaliteit van de weg in het geding. Waar we wel over in gesprek zijn, ook met de buurtvereniging, is om te kijken of we op het gebied van gedragsbeïnvloeding kunnen gaan doen. En dat wordt ook gestimuleerd en ook ondersteund door onze gemeente. En we zijn ook bezig samen met de buurt om te komen zeg maar, tot een soort agenda, een planning van activiteiten die vooral gericht zijn op gedrag. En wij ondersteunen dat bijvoorbeeld ook door het instellen van verkeersstellingen die uitgevoerd kunnen worden, om te beoordelen of de gedragsactiviteiten ook effecten hebben op de snelheid. En ook hebben we de politie met name gevraagd om daarop te handhaven. Dus op die manier, in gezamenlijkheid, zijn we bezig om te kijken of we wat kunnen doen om de problematiek van de snelheid, de overtreden snelheid, zeg ik maar, op dat gedeelte van de Deerdenswaardseweg Noord. Dus als u vraagt, zijn we er nou bij betrokken? Ja, dat zijn we heel erg. En we werken samen met de omgeving om te kijken of we met name gedragsbeïnvloeding tot een beter resultaat met elkaar kunnen komen. Voorzitter. Dank voor uw beantwoording. Ik kijk even naar het indienen van de vraag, de heer Mulder. Ja, voorzitter, ik spreek ook niet over fysieke maatregelen, maar om gekomen tot een gedegen plan waarbij de snelheden richting de beoogde snelheid gaan. En de beoogde snelheid is 50 kilometer. Nou, als je een V85 ziet van, nou ja, gemiddeld 65, 67 kilometer, dan wordt het door de bank genomen nog veel harder gereden. Het is nog maar een gemiddelde snelheid. En dat maakt ons zeer onrustig, want wij hebben er niks aan als daar een ongeval gebeurt. En terwijl wij weten dat er zoveel harder gereden wordt dan gebruikelijk. Dus wij spreken ook niet over een fysieke maatregel, maar we spreken wel over, ga nu een plan maken met die buurt om eventueel met asverspringingen die snelheid uit die weg te halen. Want daar gaat het om. Het is gewoon een rechtstand van 2,5 kilometer. Je ziet niks op dat moment en dan wordt het gas gewoon ingetrapt. En de gedragsbeïnvloeding, dat is ook vanuit overlevering wel bekend. Het is een moment. Moment wordt dan die gedragsbeïnvloeding is maar eventjes. En vervolgens gaat men weer terug naar de oude snelheden toe. Dus ja, gedragsbeïnvloeding is goed. Maar ik zal met name ook met de Gouwe buurt en met plaatselijk belang Lutten goed gaan kijken naar de weginrichting. Want de weginrichting, u geeft wel aan van het is 50 kilometer te zien. Voldoende duidelijk volgens mij. Okay. Ja? Bert, hadden we nog een reactie? Nou, ik denk dat de oproep is helder. En we hebben voortdurend contact met de omgeving. Dus ik denk aan de hand ook van de jaarplanning die ze zelf hebben ingesteld om nog eens goed en in samenspraak met plaatselijk belang te kijken of we dan nog aanvullende maatregelen inderdaad te nodig zijn. Akkoord. Dank voor de beantwoording en de gestelde vragen. Geen andere vragen aan de orde, dan kunnen we dit punt afronden. En komen we bij de vaststelling van de besluitlijst van de raadsvergadering van 24 mei 2016. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u geen aanleiding tot maken van een aantekening. Akkoord. Dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. En dat gaat om de jaarstukken 2015. En de eerste bestuursrapportage, kaderstelling 2017 gelijktijdig. Het voorstel is, zoals we hebben afgesproken aan de voorkant, om in één keer de stukken aan de orde te stellen en de besluitvorming afzonderlijk te gaan doen met elkaar. Twee termijnen voorzien voor de raad. De eerste termijn is de algemene beschouwing. En de tweede termijn kunt u reageren op elkaar en dan is het voorstel om daarna het college de gelegenheid te geven om een reactie te geven op datgene wat de raad heeft ingebracht. En dan tenslotte besluitvorming. Voldoende helder en duidelijk. Voorzitter, een klein punt van orde. Komt er dan ook iets van een derde termijn voor de raad waarop? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik dacht, zou iemand het doorhebben, maar inderdaad, de derde termijn. Natuurlijk kunt u weer reageren op de raad. Okay. Scherp opgemerkt. En daarna is inderdaad de besluitvorming tenslotte. Ja, dat is het zoals we het hebben afgesproken met elkaar, lijkt me prima. Ook het verzoek om in de eerste termijn algemene beschouwing de interpellatie tot het uiterste te beperken. Want daarop is in de tweede termijn voldoende gelegenheid. En daar kijkt niemand in het bijzonder aan. Daarmee kunt u akkoord gaan. Dat is het geval.
Ook de heer Rodemond, ja, akkoord. Dan wil ik de fractie van het CDA de gelegenheid geven om als eerste te beginnen met algemene beschouwingen. Het woord is aan de heer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwing. Een moment waarop we meer dan tevoren niet alleen kijken naar de jaarstukken, maar ook voor een deel de kaders aangeven voor 2017. Voor mij zijn dit de eerste algemene beschouwingen als fractievoorzitter. Een nieuwe rol, een andere invulling van het raadslidmaatschap. Eentje waar ik ontzettend veel plezier aan beleef. En dat heeft zeker ook te maken met de wijze waarop collega's hier de verbinding weten te maken. Dank daarvoor. En in het kader van grote fracties beperken zich kleiner nog meer, zal ik proberen het enigszins kort te houden, zoals u dat van het CDA gewend bent. Los van de financiën was 2015 soms met een uitloper naar 2016 een belangrijk jaar voor ons als raad. De wijze waarop de discussie rondom het AZC heeft plaatsgevonden, de gezamenlijke inzet voor behoud van de streekfunctie, de N340-377, de verdere invulling van het sociaal domein, de opwaardering N34 en de voorzichtig positieve geluiden over het streekziekenhuis. Voorzitter, er wordt best wel wat bereikt in en door de gemeente Hardenberg. En samen met deze raad, met het college, de ambtenaren, maar vooral met onze inwoners en bedrijven, willen we deze lijn voortzetten. De lijn waarin we gezamenlijk knokken voor het belang van Hardenberg, samenwerkend waar nodig en soms de verschillen duidend. Voorzitter, gelijk aan 2014 hebben we 2015 met een positief resultaat kunnen afronden. Daar waar een incidenteel negatief resultaat begroot was. En dat is mooi en daar zijn we blij mee, maar het werpt ook de vraag op over de voorspelbaarheid van de begroting. We spraken daar eerder al over. Wellicht is het goed om deze posten eens nader te beschouwen richting de begroting. De algemene reserve is de laatste jaren flink gegroeid, waar we enkele jaren geleden nog spraken over een algemene reserve van 5 miljoen en 4 miljoen voor de GREX, gingen we via 14 miljoen, 20 miljoen naar de 26,7 waar we nu op uitkomen. En het is goed om daarbij op te merken dat de risico's meer en beter dan voorheen in kaart zijn gebracht of, zoals de accountant zei, de beschouwingen van Hardenberg op de risico's zijn heel aardig. Het weerstandsvermogen waarmee we alle risico's met een factor 1,3, 1,4 kunnen afwikkelen is wat het CDA betreft dan ook voldoende. En natuurlijk kijken we ook naar de netto schuldquote, maar we vinden wel, zoals reeds aangegeven, dat een actualisatie op zijn plaats is en stellen voor de in de BBV voorgeschreven methode te hanteren. Dan kijk ik naar de samenleving, voorzitter. Het CDA staat voor een vitale samenleving. Een samenleving op basis van gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit. Een samenleving met kansen voor een ieder en het gezin als basis. En vanuit deze identiteit zijn we zeer benieuwd naar de evaluatie van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. We hopen daar in augustus met elkaar over te spreken. We zien ook graag voor de begroting meer duidelijkheid over een eventuele eigentijdse invulling van de maatschappelijke stage. En een concrete invulling van kansen voor iedereen is ook de casus rondom het glasvezel. Zorg daarbij is de 4% die buiten de regeling valt. Misschien wil het college daar ook even nadrukkelijk op ingaan. En kijken of er ook voor die categorie mogelijkheden zijn. Een andere invulling is het inclusiebeleid. Daar willen we ook graag met een voorstel komen. In aanvang begonnen we projectmatig met het zwembad. Maar nu is de tijd gekomen om op dit punt structureel in te zetten. En de fractie van de ChristenUnie hebben zich daar ook voorstander van getoond. En we gaan die samenwerking dan ook graag aan. We vragen het college of ze bekend zijn met de blijverslening van de SVN en of hier mogelijkheden voor Hardenberg liggen. Onderdeel van de samenleving is ook haar mobiliteit. En in dat kader zullen wij onze provinciale contacten benaderen over de Twenteweg en het station in Bergentuin, omdat wij wel hebben begrepen dat ze daar in Zwolle nog niet op het juiste spoor zitten. Dan het sociaal domein, voorzitter. Het college stelt voor om 600.000 euro toe te voegen aan de egalisatiepost. Als CDA vinden wij het zuiver om deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve. Immers de risico's uit het sociaal domein
zijn meegenomen in de berekeningen rondom het weerstandsvermogen. Echter, de beantwoording van de portefeuillehouder en de wens van de fractie van de Partij van de Arbeid hebben ons overtuigd om hier eenmalig mee akkoord te gaan. De discussie die landelijk, maar ook nadrukkelijk hier, heeft plaatsgevonden over de middelen die in 2015 zijn overgebleven in het sociaal domein, heeft mijn fractie zeer verbaasd. We hebben vanuit de transitie en transformatie hier met elkaar unaniem beleid vastgesteld voor het sociaal domein. Een pakket aan maatregelen en voorzieningen voor die taken waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Unaniem. En hoe gek is het dan, voorzitter, wanneer er gesproken wordt over winst over de rug van minima of over de fatsoenskwestie? Wat raar. Want wij hebben toch met elkaar afgesproken dat het geld de maatregelen volgt. Dat we beleid maken vanuit onze zorggedachten en dat de financiering in die zin een open einde had. We hebben toch ook met elkaar afgesproken dat wanneer het budget na 10 maanden op is, het zeker niet het geval kan zijn dat er geen zorg meer geleverd wordt. En daarom, voorzitter, wil ik een nadrukkelijke oproep doen. Een nadrukkelijke oproep aan partijen die vinden dat er te weinig naar die zorg gaat. Te weinig. Dat kan alleen maar gelden voor de hoeveelheid of de kwaliteit van de zorg, los van de middelen. En als partijen vinden dat er te weinig geleverd wordt, en als die signalen duidelijk zijn, dan moet u geen gemeentelijke spaarpot aanleggen. Nee, dan moet u met beleidswijzigingen komen. En indien dat nodig blijkt te zijn, is de CDA de eerste die met u mee wil denken. Maar wel in de juiste volgorde, met de juiste werkwijze op het netvlies en geen losse flodders uit een enkel financieel overzicht. Dan de OZB. U weet dat het voor het CDA een belangrijk punt is. Afgelopen november zijn we schoorvoetend akkoord gegaan met de geplande verhoging, ontvankelijk voor de argumenten dat er binnen het sociaal domein nog de nodige risico's waren of zijn. Schoorvoetend, want wij vinden dat financieel rustige vaarwater ook een vertaling richting de burger mag hebben. En daarom wil het CDA bij de begroting 2017 de keuze open hebben om de volgende verhoging in de OZB te schrappen. We zien daar TCT graag de uitwerking van tegemoet. Ook graag een reactie van het college op dat punt. En daarom, voorzitter, willen we ons nu nog niet vastleggen aan de voorstellen die het college in de kaderstelling heeft voorgesteld, maar hier vooralsnog alleen kennis van nemen. Besluiten doen we bij de begroting. En daarom ook het volgende amendement, waar ik met uw goedvinden alleen het dictum van voor zal lezen. Besluit. De tekst met betrekking tot de genoemde aanpassingen op te nemen onder het besluit kennis te nemen van en te laten vervallen onder het besluit in te stemmen met. Kort, dank u wel. Het amendement gaat deel uitmaken van de beraadslaging nummer 1. Tevens gaan wij op dit onderwerp graag in gesprek met de vertegenwoordigers van LTO naar aanleiding van hun inspraak. Naast dit verhaal speelt er ook de meeropbrengst van de 460.000 euro vanwege de andere waarderingssystematiek. Als CDA willen we deze middelen teruggeven aan de belastingbetaler, in dit geval aan de niet-woningen. Dat betekent echter ook dat een deel van deze middelen zal terugvallen aan de gemeente. De OZB voor de gemeentelijke gebouwen is immers al structureel meegenomen. En deze vrijvallende structurele lasten mogen wat het CDA betreft bij de gemeente worden afgeroomd en opnieuw bestemd worden. Volgens onze informatie gaat het dan om een bedrag van zo'n 60.000 euro. We willen deze middelen graag inzetten voor lastenverlichting bij de belastingtarieven en zien de vurige wens van de collega's van Op Koers.nu nu over de hondenbelasting als mogelijkheid daarin. Duurzaamheid. Wat mooi om in de stukken te lezen dat er minder restafval wordt aangeboden. Wij zien in de volledige fase 2 van omgekeerd inzamelen namelijk helemaal niets. Wel heeft de excursie naar Saarbeek bij enkelen van ons de groene terughoudendheid omgebogen naar een licht duurzaam fanatisme. En we vragen het college dan ook om met een nieuwe visie te komen, waarin de mogelijkheden op dit gebied zijn uitgewerkt. Wie had dat ooit gedacht? Ondernemers en centrumplannen. Enkele ontwikkelingen waren ons zorgen.
De leegstand in Hardenberg, maar ook in Dedemswaard zijn daar een voorbeeld van. En we weten dat het college veel doet, maar soms moeten zaken misschien ook sneller of anders. Misschien moeten we eens brainstormen over een verplaatsingssubsidie of over de pilot retailagenda, over de actieplannen en de gemeentelijke rol hierin. En wellicht is het goed om de aankomende detailhandelsstructuurvisie daarvoor als momentum te gebruiken. En zorgen zijn er ook als het gaat om andere ondernemers, zoals in de agrarische sector, waar een crisis in de varkenshouderij een voorbeeld van is. En in dat licht willen wij ook de BBZ-regeling nog eens benadrukken. Het college heeft op dat punt ook al een toezegging gedaan. Tot slot, voorzitter, recreatie en toerisme. En onder recreatie versta ik dan ook maar even ons evenementenbeleid. Zeer tevreden waren wij in deze raadzaal dat er een structurele regeling kwam voor de diversiteit aan evenementen in onze vele kernen. En ja, het CDA is ook voor incidentele grote evenementen, zoals nu Olympia's Tour. Fantastisch. En nee, dat is niet vreemd of tegenstrijdig. We hebben vanaf het eerste uur aangegeven dat we een structurele regeling willen voor onze inwoners. En we hebben de bereidheid getoond om incidenteel mee te denken over grote evenementen. U mag hiervoor de band terugluisteren. Voorzitter, wel hebben we meerdere malen onze zorgen geuit over de subsidieverlening, recreatie en toerisme. En tot op heden hebben wij daar bij het college weinig respons op gekregen. De informatieavond over dit onderwerp was wat ons betreft dan ook enigszins prematuur. Wij willen heel nadrukkelijk eerst evalueren voordat er nieuwe middelen beschikbaar worden gesteld. En dus geven wij op dit moment nog geen akkoord op de jaarlijkse 50.000 euro. Voorzitter, ik rond af. Met de nieuwe opzet van de kaderstelling heeft het college veel komende noodzakelijke en gewenste plannen een plek gegeven in het financiële huishoudboekje. Dat boekje zal komende zomer verder door het college worden uitgewerkt in de begroting 2017. Van groot belang zal ook de septembercirculaire zijn. Immers, een kabinet dat haar laatste jaar ingaat, zal het niet nalaten om een feestbegroting over dit land uit te storten, al waren het een verkwikkende regen. Maar dat zal dan ook zijn positieve neerslag krijgen in het gemeentefonds. En met de wetenschap en het gegeven dat veel plannen voor de komende jaren al in de huidige cijfers een voorlopige plek hebben gekregen, voelen wij ons dan ook gesteund om de volgende verhoging in de OZB te heroverwegen en houden op dat punt een motie achter de hand. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de kant van het CDA. Ik ga de richting van de ChristenUnie, de heer Boersma. We schrijven het jaar 2116, over 100 jaar dus. Een jonge vrouw, laten we haar Suzanne Jansen noemen, is benieuwd waar haar voorouders vandaan kwamen en hoe ze hebben geleefd. En na enig speurwerk ontdekt ze dat haar overgrootouders in Hardenberg woonden. In het archief van Hardenberg treft ze stukken aan waaruit ze opmaakt hoe het hen is vergaan. Ze krijgt een goed beeld hoe de mensen in Hardenberg leven. En aan het eind van een lange speurtocht beschrijft ze alles in een boek. Een boek dat een indrukwekkend tijdsbeeld geeft van het leven aan het begin van de 21ste eeuw in en rond Hardenberg. En van dat boek wordt een toneelstuk gemaakt dat in de uiterwaarden van de Vecht wordt opgevoerd. Op de dijk zit het vol mensen en vol aandacht kijken ze naar het toneelspel. En wat zien ze? Die gedachte die bekroop me vrijdagavond in Veenhuizen bij het zien van het toneelstuk Het Pauperparadijs. Een stuk als eerbetoon aan hen die nooit gehoord zijn. Het geeft de paupers een stem en ze hebben wat te vertellen. Nog steeds. Hoe was het mogelijk dat de verschillen tussen arm en rijk zo groot waren? Hoe groot was de kloof tussen de ene en de andere bevolkingsgroep? Groepen die elkaar niet kenden of niet wilde kennen. Zelfvoldane bestuurders die copieus eten en drinken,
terwijl in de steden mensen onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven en op het platteland mensen in plaggenhutten wonen onder mensonterende omstandigheden. De kindersterfte is hoog, er wordt honger geleden, de werkenden worden uitgebuit en er is geen plaats voor paupers. En als je een dubbeltje was, werd je niet gemakkelijk een kwartje. Hoe weinig oog had de regering voor de zwakkeren in de samenleving? Er was geen sprake van een zorgzame samenleving. En dan ontstaat er een kolonie van weldadigheid. Een grootschalig landbouwproject om de armoede te bestrijden. En de sporen van die maatschappelijk experiment zijn nog steeds goed zichtbaar in Veenhuizen, maar ook hier dichtbij bij de Ommeschans. En zittend op die tribune met 1000 andere mensen, zittend op die tribune van het binnenterrein van de voormalige kolonie van weldadigheid in Veenhuizen, denk ik, hoe is het toch mogelijk dat mensen zo met andere mensen omgaan? Is het denkbaar dat over 100 jaar na vandaag een toneelstuk over Hardenberg wordt opgevoerd met dezelfde strikking? We spreken vaak over een tweedeling in de maatschappij, een kloof tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen. Tussen arm en rijk, tussen oud en jong, tussen vitaal en gehandicapt, tussen werkend of werkeloos, tussen autochtoon en allochtoon, tussen ingezetene of gast, tussen overheid en burgers, tussen wij en zij daar. En het lijkt wel of die kloof steeds dieper en breder wordt. En aan welke kant van die kloof staan wij als gemeenteraadsleden? Mensen die zichzelf, zover ik het kan bekijken, redelijk goed kunnen redden. Hebben wij contact met de andere kant van de kloof? Weten we voldoende wat er in de samenleving speelt? En kan de zwakkere op ons rekenen? Dat zijn vragen die wij ons in de fractie hebben gesteld. En in het toneelstuk Het Pauperparadijs wordt over een ambtenaar gezegd dat hij notities schrijft over mensen die hij nog nooit gezien en ontmoet heeft. En generaal Van der Bos die zegt, gaat de één adagium de armoede de wereld uit? Het is de vraag of het ooit gelukt is. Nou, voor mij persoonlijk en voor de fractie van de ChristenUnie als geheel is deze algemene beschouwing ook een moment van bezinning. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? We zijn op de helft, hebben we de afgelopen jaren goede dingen gedaan en wat willen we de komende jaren doen? We zeggen in ons verkiezingsprogramma dat er geen inwoner tussen wal en schip mag vallen. Een prachtige zin, mooi opgeschreven. Maar maken we dat waar? En, dat is voor onze hamvraag, weten we of het waarmaken? Weten we wel wat er speelt en weten we wat er in de samenleving aan de hand is? We gaan ons de komende jaren, dan mogen jullie ons aan houden, nog meer dan voorheen inspannen voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar en voor de zwakkeren om te voorkomen dat een groep mensen het gevoel heeft dat ze in het pauperparadijs wonen. En daarom dringen we opnieuw met klem aan om elk half jaar de sociale monitor te ontvangen. We willen overzichten van de inwoners, uiteraard niet op naam, maar wel op aantal, die daadwerkelijk gebruik maken van de regelingen in het sociaal domein. En daarnaast zijn we het met de accountant eens, die ons adviseert periodiek, hij heeft het over per kwartaal, financiële managementinformatie te vragen waaruit moet blijken dat het geld dat beschikbaar is voor het sociale domein ook daadwerkelijk daarvoor wordt uitgegeven en de mensen ook bereikt die het echt hard nodig hebben. En we hebben hierover dan ook twee vragen aan de wethouder. 1. Kunt u een uitspraak doen wanneer we de sociale monitor ontvangen? En 2, bent u bereid ons eens per kwartaal de financiële managementinformatie met betrekking tot het sociale domein te verstrekken? En als we die beide stukken na de vakantie aangereikt krijgen, zullen we de cijfers grondig bestuderen en afzetten tegen de berichten die ons soms bereiken. We willen dat over 100 jaar gezegd wordt dat Hardenberg goed met zijn burgers is omgegaan. En dat het geld dat beschikbaar was voor het doel is ingezet. Het is ook om die reden dat we zichtbaar betrokken willen zijn. Als partij stimuleren we en ondersteunen we eens in de 2 jaar, op kleine schaal, we beseffen dat, initiatieven vanuit de samenleving. En vrijdag 17 juni overhandigde Gert-Jan Segers de nabeschapsaward aan een mooi initiatief, Kinderstraat Het Kwartier in Ballenbrug. Het toneelstuk Het Pauperparadijs geeft een bijzonder tijdsbeeld. Maar het is ook voor ons een les. We zien duidelijke parallellen met vandaag. Het sociaal isolement en het stigma dat dat kan opleveren is voor sommige mensen groot. We zien mensen die het niet redden. De armoede die soms van generatie op generatie kan worden overgedragen. En er worden ook in onze samenleving nog steeds mensen buitengesloten. Als wij niets doen, wie dan wel? Johannes van der Bos had een idee.
Hij had een idee, hij had visie, de koloniën van weldadigheid. En we kunnen vandaag niet zonder ideeën, zonder visie. Wellicht is dat een van de grootste problemen van deze tijd, visieloosheid en kleurloosheid. Johannes van der Bos deed tenminste wat. Staan we aan de zijlijn wat toe te kijken, wat te mompelen van ach en wee, terwijl ondertussen de ongelijkheid toeneemt, de kloof groter wordt en het sociaal kapitaal wordt afgebroken. Zo kijken we ook vooruit naar de omgevingswet die op ons af gaat komen en die een grote verandering in denken en doen met zich mee zal brengen. In november 2015 zegde de wethouder ons toe voor de periode 2017-2019 een substantieel bedrag, we stelden €150.000 voor, een substantieel bedrag per jaar in de begroting op te nemen. Waarop wij onze motie met die strekking hebben aangehouden. We stellen vast dat deze toezegging slechts ten dele in de eerste bestuursrapportage 2016 kaderstelling 2017 terug te vinden is. We gaan ervan uit dat ook de portefeuillehouder zich bewust is van de impact van de invoering van de nieuwe omgevingswet en vragen hem waarom hij zijn toezegging slechts gedeeltelijk is nagekomen. Ondanks het feit dat de invoering van de nieuwe omgevingswet is uitgesteld na 2019, blijft het noodzakelijk voldoende middelen te begroten voor de implementatie ervan. En wij zijn van mening dat die €150.000 in 2017 alleen niet voldoende is. In 2019 is dichterbij dan we denken. We komen hier in november uiteraard zeker op terug, wanneer we de begroting bespreken. En we hopen dan ook daar in die begroting terug te vinden, de zorg die wij hierom uitspreken. Wij hopen dat het toneelstuk dat in 2116 wordt opgevoerd een beeld geeft van een raad die ruimte geeft voor initiatieven in de samenleving. Zo pleit ik fractielid Klaas Mulder in de oriënterende ronde voor het instellen van een fonds, waardoor het mogelijk is maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. En dat heeft het volgende dictum. Draagt het college op om onder onderdeel B, daar staat nieuw beleid maatregelen die gewenst zijn, onder de regel samenleven culturele evenementen toe te voegen, de regel samenleven maatschappelijke initiatievenfonds vanaf 2017 €100.000 structureel op te nemen in de begroting. En als u dat zoekt, staat het op bladzijde 11. Samen met de raad en partijen uit de samenleving een verordening op te stellen, waaraan initiatieven uit de samenleving getoetst kunnen worden. En 3. Deze verordening uiterlijk in december 2016 ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. En deze motie wordt mede ondertekend door de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. Akkoord, deze motie gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Motie nummer 1. Dank u wel. Kijken we naar de jaarrekening en de bestuursrapportage, dan hebben we een aantal korte opmerkingen. Het zijn er 6. De gemaakte afspraken, de verschillen, de Europese aanbesteding, de economie, de effectmeting en de teruggave OZB. Punt 1, de gemaakte afspraken. We stellen vast dat de afspraken die met de Raad zijn gemaakt in 2015 zijn uitgevoerd. Waarvoor dank. 2, de verschillen. Wat opvalt zijn de grote verschillen tussen de verwachting die in november is uitgesproken en het resultaat dat in april aan de Raad is gepresenteerd. We hebben het al eerder geopperd. Het is wenselijk dat we tot een andere informatiecyclus komen. We verwachten dat het college ons voortaan bij dergelijke grote verschillen wat eerder informeert. Kortom, scherper begroten en proactief communiceren bij afwijkingen. 3. De Europese aanbesteding. Onze gemeente moet haar burgers het goede voorbeeld geven. We hebben dat al eens eerder genoemd. Opnieuw maakt de accountant een opmerking over het niet nakomen van de regels ten aanzien van de Europese aanbesteding. Wij weten wel, het is ook al uitgelegd, hoe dat soms kan ontstaan. Maar we verwachten ondanks dat onze gemeente in 2017, in 2016 zal dat lastig zijn, maar in 2017 dit echt op orde krijgt om te voldoen aan de regelgeving en ervoor zorg te dragen dat de accountant niet opnieuw deze opmerking hoeft te maken. Punt 4, de economie. Wij zien snelle ontwikkelingen in koopgedrag van de consumenten en de vrije tijdseconomie. Het is dan ook om die reden dat we aandringen haast te maken met de visie op de detailhandelsstructuur en vragen de portefeuillehouder wanneer we dit visiestuk gaan ontvangen. 5. Effectmeting. We gaven het op deze plaats al eerder aan en roepen opnieuw op de effecten van ons beleid te gaan meten. We verwachten bij projecten, zeker grote projecten, een nulmeting en tussentijds effectmetingen om na te gaan of ons beleid werkt en de resultaten aan de verwachtingen voldoen. En punt 6. De teruggave OZB. Op bladzijde 6 van de bestuursrapportage wordt gewag gemaakt van een hogere opbrengst OZB van €460.000. De Raad wordt een vijftal opties voorgelegd en de fractie van de ChristenUnie kiest met nadruk voor optie 1, het teruggeven aan de belastingbetaler, met wel één kanttekening. Hoe ziet die burger dat het teveel betaalde ook terugvloeit naar die belastingbetaler? En we zijn benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. De fractie van de ChristenUnie hoopt dat ons nageslacht over 100 jaar mild over ons oordeelt.
Een positief oordeel omdat we ons hebben ingezet voor de bloei van onze stad en de regio. Dat we er waren voor zij die hulp nodig hebben, voor hen die onze gast waren en bij ons inwoning vonden. Dat Hardenberg geen pauperparadijs was, maar een plek waar het fijn wonen, werken en recreëren was. En een stad waar over de kloof een brug geslagen is. Ik dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ik ga naar de VVD. De heer Gelling, voor de algemene beschouwing. Voorzitter, dank u wel. En meneer Boesma, dank voor het mooie verhaal. Ik zat ook afgelopen vrijdag in de kolonie van weldadigheid, maar dan in Las Vegas. Dat klinkt merkwaardig, maar ook daar dacht ik wel even, nou, het is met de verdeling van de goederen niet altijd even ver in deze wereld. Misschien geeft dat wel ons kloof tussen u en mij aan. Maar dat... Nou ja, wellicht. Ik heb wel cultuur gesnoven, overigens een concertje van DJ Chesto nog meegemaakt. Ik kan het u aanbevelen. Voorzitter, ik heb echter wel weer dingen door mijn tripje deze vergadering nu voor de derde keer verkeerd ingeschat. Want wederom voor mij heb ik hier twee stukken liggen. Eén, de behandeling van de jaarrekening. En twee, een korte kaderstelling. Maar ik zal ze in elkaar doen laten overvloeien en ik hoop dat u daar niks van merkt. Toch een paar dingen over de jaarrekening. Inhoudelijk hebben we daar niet zo heel veel over op te merken. Het is ook niet meer dan een weergave van het afgelopen jaar. En zoals al eerder gezegd, dat ziet er goed uit. Waarbij ook ik de constatering doe dat het wel vervelend is. Of hier dat er geen accountsverklaring is, nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat valt buiten uw directe invloedssfeer. Het is met name de derde partij die nog geen zaken voor elkaar heeft. En we gaan ervan uit, heb ik eerder gehoord vandaag al tijdens de oorronde, dat dat punt aandacht heeft en dat dat aanloopproblemen zijn die opgelost gaan worden. Ook wij vinden het interessant om te constateren dat deze jaarrekening wederom structureel afwijkt van de begroting en tussentijdse rapportages. We dragen al eerder genoemd ook dit jaar weer 5,3 miljoen in november nog tijdens de tweede bestuursrapportage, wat uiteindelijk dan positief eindigt. Maar het verschil is toch wel op zijn minst zorgwekkend. Intrigerend dan de opmerking op pagina 4 van het raadsvoorstel, waarbij u zegt dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de voorspellende waarde van de bestuursrapportage. Ten meer omdat deze rapportage als uitgangspunt geldt voor de volgende begroting. Ook dat is eerder gezegd, maar het is wat merkwaardig. Het voelt ook wat als in het blind opereren ter zake van een begroting. Als je op 10 november de begroting vaststelt en nog in het zicht van een tekort van 5,3 miljoen, wat dan 6 weken later bij de afsluiting van het jaar een positief saldo blijkt te zijn. U geeft echter ook aan dat u met de Raad in gesprek wilt over de inrichting van de planning- en controlecyclus en de mogelijkheden om de informatieve waarde te verbeteren. Deze opmerking zou je verwachten, voorzitter, bij een jonge organisatie die zich niet bewust is van de noodzaak om ordentelijk verantwoording af te leggen aan de stakeholders. Maar toch niet bij een overheidsorgaan waarvan de bestuurders al zo lang besturen. Op basis van welke voorspellende informatie heeft dan in het verleden besluitvorming plaatsgevonden? Het is toch ook niet zo dat u niets heeft ondernomen? Vorig jaar heeft mijn fractie al een motie voorbereid om een betere procedure op te zetten ter zake van planning en controle, die op verzoek van de wethouder toentertijds is aangehouden, omdat hij het vertrouwen wilde om de procedure te verbeteren. Dit heeft nog niet geleid tot resultaat, gezien de afwijking in de cijfers, maar de toezegging nu is hoopvol, als gevolg waarvan wij de vervolgstappen ter verbetering van de informatievoorziening dan ook afwachten. Een hele praktische vraag echter betreft of het onderliggende raadsbesluit op deze manier wel kan worden genomen, nu in ieder geval vaststaat dat de uitkomst zoals in het raadsvoorstel staat opgenomen, niet gerealiseerd gaat worden. Immers de wethouder gaf tijdens de O-ronde al aan dat de verevening vanuit de jeugdzorg tenminste 500 tot misschien wel 900.000 euro bedraagt. En mijn hele praktische vraag is, hoe gaat u dan aan de hand van dit raadsvoorstel de verdeling uiteindelijk effectueren ter zake van sociaal domein, maar ook nog de overlopende posten van het vorig jaar. En wat in het ergste geval, als de uitkomst van 900.000, zoals door de wethouder al voorgehouden, wordt geëffectueerd, wat doet u dan als er niets overblijft? Dat heeft nog wel gevolgen voor het vervolg. En dan tot slot voor de jaarrekening. Kan deze überhaupt wettechnisch worden vastgesteld zonder accountsverklaring? Dat lukt mij bij mijn BV'tjes namelijk niet, voorzitter. Ik moet dat doen terwijl ik de enige stakeholder ben. En zou u mijn fractie dan de mogelijkheid willen bieden om in te stemmen met deze jaarrekening onder voorbehoud van de goedkeurende verklaring van de accountant? Ik ga gelijk verder met de kaderstelling, voorzitter. Want mijn fractie heeft zich tot nu toe, en ik kan daar eigenlijk kort in zijn, nog nooit gewaagd aan het maken van grote gedachten over grote kaders.
Dat is niet, voorzitter, omdat wij geen dingen willen doen of voor elkaar willen krijgen, maar u heeft reeds uw plannen en zolang de informatievoorziening in de tussentijdse rapportages en de begrotingen nog structureel afwijkt van de uiteindelijke realisaties, wagen wij ons niet aan grootse gedachten omdat het financiële fundament voor afgewogen besluitvorming en daarmee verantwoording naar de inwoners ontbreekt. De kaders die wij u wel mee zouden willen geven kosten niets, vragen wat inspanning of verdienen zichzelf terug. En daarbij moet u denken aan het volgende. Zoals gezegd, de financiële administratie, wat ons betreft absoluut van belang, die moet beter op orde en u moet op ieder moment een accurate doorkijk kunnen geven in de financiële positie van de gemeente. Dat is nu niet het geval en dus moet u daar de volle aandacht op richten. U doet de dingen niet voor uzelf en niet met uw eigen middelen en dus moet u de verantwoording naar de raad en daarmee de inwoners optimaliseren. Mijn fractie zou graag zien dat er een sociale ombudsman komt die onafhankelijk toetst of een goed uitvoering wordt gegeven aan de zorg die de gemeente moet bieden aan haar inwoners. Interessant overigens hier te zien dat je bij eenzelfde instantie als sociale ombudsman zo'n verschillende aanleiding kan hebben. Alex Nijling heeft overigens dezelfde motie al eens eerder ingediend, tezamen met de D66, december 2014. Wij zijn niet rancuneus, maar buitengewoon blij dat de Partij van de Arbeid nu het initiatief heeft genomen om onze sociale ombudsman alsnog ten tonele te brengen. Het blijkt, voorzitter, dat moties van de VVD gelijk goede wijn enige tijd nodig hebben. Ze moeten even liggen, alvorens ze rijpen en bij iedereen gewaardeerd worden en juist ingeschat. We hebben nogal meer moties liggen, dus wellicht dat alle afgeschoten moties de komende 2 jaar nog eens een keer het daglicht zien. U zou ons daarmee zeer verplichten. Mijn fractie verzoekt in ieder geval met klem, en dat is met nadrukkelijke klem, om alle hulp te bieden aan het bestuur van de Saxenburggroep, daar waar het betreft behoud en nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg. Natuurlijk ten behoud van de daarmee geboden zorg in de buurt, maar ook vanwege het sociaal-maatschappelijk belang voor onze gemeente. 1100 FTE, 1700 banen uiteindelijk, maar ook als gevolg daarvan vanwege de sociaal-maatschappelijke samenhang in theater, scholen, sportvoorzieningen en niet te vergeten goede restaurants. Daar is niet alleen geld voor nodig, voorzitter, maar wellicht ook aandacht en ondersteuning bij procedures. Wellicht moet er wat grond geruild worden, maar hoofdzakelijk het signaal dat de gemeente af gaat geven dat ons er alles aan gelegen is om het ziekenhuis van Hardenberg te behouden. Ook zouden wij graag zien dat de woonlasten verlaagd worden voor de inwoners van Hardenberg. We hebben een slechte ranking. We zijn nu de op 3 na duurste gemeente van Overijssel. Daarom ondersteunen we ook de motie van het CDA voor tempering van de OZB. Alhoewel ik nog wat vragen had over maximale tempering, maar daarover wellicht zometeen meer. Maar ook zeker zouden wij graag zien, zoals de wethouder zei, dat als het net wordt opgehaald ter zake van de afvalstoffenheffing, voor zover het de ROVA betreft, en op koers heeft er ook wel eens aan gerefereerd, dat u nog eens heel goed gaat kijken waarom die afvalstoffenheffing nog steeds zo duur is, terwijl het aantal op te halen bakken bij mij in ieder geval gehalveerd is. Dat zou toch ook wat voor de kosten moeten doen. En tevens hebben wij al aangegeven bij het behandelen van de notitie, vinden wij principieel dat de €395.000 aan dividend die de ROVA uitkeert, direct in mindering moet worden gebracht op het vastrecht. Het is immers een bestemmingsreserve. En als de ROVA veel geld verdient, dan hoort dat terug te komen. Overigens hebben wij als wat informatie opgevraagd en het blijkt dat voor een 240 liter container de prijzen 2 keer zo hoog zijn bij de ROVA en ook nog zonder vast recht. Ten slotte, voorzitter, een heel klein puntje wat u zo zou kunnen effectueren en wat u niets kost. En ik ga even de stentor erbij van 11 juni. Daar ziet u een welluidende kop, zondag de nieuwe zaterdag. Daar hebben we het over de zondagopenstelling. U weet allemaal dat het gaat komen en u kunt het nog heel lang gaan tegenhouden, maar daarmee verlies je uiteindelijk de loop op je winkels. En onze centra kunnen wel wat aanloop gebruiken. Ik persoonlijk doe ondertussen al mijn boodschappen in Coevorden. Ik schaam me daar niet voor. Ik heb daar een goede reden voor, omdat het mij aan tijd veel scheelt. En kom daar veel Hardenbergers tegen. En het zou jammer zijn als de loop van de Hardenbergers naar Coevorden uiteindelijk gestand wordt gehouden, omdat je hier niet kunt kopen. U hoeft niet te kopen, u hoeft niet open, maar wellicht is het aardig om de mogelijkheid te bieden voor zij die het wel zouden willen. Dank u wel. Akkoord. Dank voor de bijdrage van de zijde van de VVD. Ik ga naar de volgende fractie in de rij en dat is de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luik. Aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Resultaat van vorig jaar en vooruitblik voor volgend jaar. Nou, dat is, daar moeten we even bij stilstaan. Dat doet u hier ook allemaal. Ik doe het hier even in tijdelijke invalbeurt, zal ik maar zeggen. En we hopen dat mevrouw Juling dat volgend jaar gewoon weer zal doen. Wij hebben ons afgevraagd, hoe doen we het in Hardenberg? Gaat het zoals we willen? Wat moet er beter? Wat moet er anders? Maar de laatste jaren is er zo ongelooflijk veel veranderd dat eigenlijk 1 keer per jaar naar ons gevoel een beetje weinig is. Voor zo'n terug- en vooruitblik.
We hebben asielzoekers uit Syrië, aardbevingen in Groningen, transities in het sociaal domein. Geen Grexit, maar opeens wel een Brexit. Geen Nederlandse elftal op het EK, wel HHC in, wat was het, ik geloof de kwartfinales. Grote en kleine veranderingen en daar hebben we allemaal mee te maken. Tegen die achtergrond hebben we het hier in Hardenberg eerlijk gezegd behoorlijk goed voor elkaar. De werkgelegenheid is relatief hoog vergeleken met de buren. Het is prettig wonen, zaken zijn over het algemeen goed geregeld en we hebben een efficiënte gemeente. We investeren in huizen, in wegen, sportlocaties, de agrarische sector, de economie en zo kan ik nog wel even doorgaan. En ondanks dat we zoveel investeren, hebben we ook nog geld over. Tuurlijk, dingen kunnen altijd beter. Wij hebben zelf ook wel een lijstje. We hebben het afgelopen jaar voorstellen gedaan voor meer en ook innovatievere sociale huurwoningen. Voor een ambitieuzer beleid op het gebied voor duurzame energie. Voor fietsparkeren, eerlijkere trouwleges. En natuurlijk ecologisch bermbeheer, om er eens wat te noemen. Maar in grote lijnen zijn we eigenlijk heel tevreden met het resultaat. En met recht, denken we zelf. Maar, zoals ik ook 2 weken geleden hier al aangaf, binnen onze fractie knaagt het wel. Geld overhouden op de zorg, terwijl we allemaal weten dat mensen fors hebben moeten inleveren op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Belastingverlaging voor bedrijven, terwijl armoedecijfers stijgen en de voedselbank de vraag bijna niet aan kan. We noemen onszelf een participatiesamenleving, terwijl de politie aangeeft dat steeds meer mensen met psychische klachten niet geholpen worden en op straat belanden. Dat zit ons eerlijk gezegd simpelweg dwars. Wij staan, dat weet u, voor een eerlijke, sociale en duurzame samenleving. Dat is ons uitgangspunt en daar blijven we altijd en keer op keer opnieuw voor kiezen. En nu ontstaat toch helaas een beetje het beeld dat een sociale samenleving vooral niet zoveel mag kosten. Daarom stelde ik dat die 2,5 miljoen die vorig jaar is overgebleven ook aan sociale doelen moet worden besteed. Boter bij de vis, om het maar even simpel te formuleren. Want in onze optiek betekent budgetair neutraal niet alleen dat we er geen geld bij leggen, maar het betekent ook dat we er geen geld aan overhouden. En dat geld wat is overgebleven is naar ons idee wel degelijk hard nodig. Voor schrijnende gevallen, voor de sociale omgeving, voor het verduurzamen van onze samenleving. Want het is namelijk te makkelijk om te zeggen dat het geld kennelijk niet nodig was. Namelijk dat het geld het beleid volgt en dat er dus kennelijk niemand een beroep op heeft gedaan. We kennen allemaal de verhalen van onvoldoende huishoudelijke hulp, minder zorg en de gevolgen daarvan. In de zorgsector, we horen ze als raadsleden allemaal, de signalen dat niet iedereen in Hardenberg de zorg krijgt waarvan we eigenlijk met z'n allen vinden dat ze die nodig hebben en dat ze daar recht op hebben. Want niet iedereen is nou eenmaal even assertief. Weten even makkelijk de weg te vinden, kan even goed op tegen instanties of dat soort zaken. En dat is schrijnend voor de mensen zelf en als je het dan ook nog echt zakelijk zou willen bekijken, is het ook nog onverstandig vanuit de gemeente geredeneerd. Want juist door daar zeer op te bezuinigen, mis je op een gegeven moment door dat simpele kopje koffie wat nu niet meer kan, ook een preventieve en een signalerende functie. En dat levert je op termijn, kost het je ook nog eens een keer extra geld. Kortom, wij maken ons daar zorgen over, want eigenlijk kan niemand ons precies vertellen of garanderen dat iedereen hier in Hardenberg inderdaad die zorg heeft gekregen en dat het geld wat over is dus ook echt oprecht niet nodig was. En als dat zo is, hoe kunnen wij dan als gemeenteraad beoordelen dat dat geld ook inderdaad wel ergens anders naartoe zou kunnen? Voor ons is dat een cruciaal punt. En om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, om schrijnende gevallen een vangnet te bieden en te zorgen dat we als raad beter inzicht krijgen in waar het fout gaat, dienen wij een motie in voor het instellen van een onafhankelijke sociale ombudsman. In andere gemeenten zijn daar goede ervaringen mee opgedaan, ook zelfs heel dichtbij, in de Wolde bijvoorbeeld of in Kampen. Soms omdat ze rechtstreeks onder de raad vallen, soms omdat daar andere constructies voor gevonden zijn. Sommige gemeenten doen het zelfs met elkaar samen. Maar hoe dan ook, een onafhankelijke functie is wat ons betreft een belangrijke toegevoegde waarde op het systeem van het sociaal domein. En het dictum van die motie luidt dan ook, draagt het college op om voor 1 september een voorstel aan de raad voor te leggen over hoe een laagdrempelige onafhankelijke ombudsfunctie voor Hardenberg gerealiseerd kan worden en daarbij ervaringen met verschillende vormen in gemeenten uit de regio te betrekken. En de ChristenUnie, de VVD en D66 dienen deze motie mede in. Akkoord, deze motie gaat ook onderdeel uitmaken van deze vergadering, motie nummer 2. Maar dan zijn we er nog niet. We maken ons namelijk ook nog eens een keer grote zorgen over de armoede in Hardenberg.
We vinden het onverteerbaar dat in onze gemeente mensen en kinderen onder de armoedegrens leven. Uit de tussentijdse evaluatie van het armoedebeleid die vorige week of 2 weken geleden uitkwam, blijkt dat het aantal gevallen, geregistreerde gevallen zeg ik daarbij, weliswaar niet toeneemt, maar dat de schuldenlast wel stijgt gemiddeld genomen. En dat betekent dat voor die gezinnen die in de problemen zitten, de problemen alleen nog maar groter worden. En dat moeten we wat ons betreft met elkaar zien te voorkomen. Begin 2017 is een nieuw beleidsplan voor armoedebestrijding aangekondigd. En wij vragen het college heel nadrukkelijk om een ambitieuzer en intensiever armoedebeleid te ontwikkelen met meer instrumenten, als het nodig is met onconventionele maatregelen en daarbij vooral ook goed te kijken of het budget van 2 miljoen wat we nu beschikbaar hebben, of dat toereikend is. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de PvdA-fractie de eerste zijn om een verhoging van dat budget te steunen. Want nu wordt voorgesteld om al die meevallers te gebruiken voor investeringen in de harde infrastructuur. Maar daar hebben we het eerlijk gezegd in Hardenberg, zoals ik net al zei, behoorlijk goed voor elkaar. Wat de PvdA betreft richten we ons de komende jaren vooral op het structureel verduurzamen van onze samenleving. Of het nu om leefbaarheid, sociale cohesie, energie of ecologie gaat. Want juist die aspecten zorgen ervoor dat Hardenberg op de lange termijn ook sociaal en leefbaar blijft. En, boter bij de vis, financiële meevallers worden als eerste daaraan besteed wat ons betreft voor 2017. Want duurzaamheid gaat niet alleen over energie of afval waar we het hier veel over hebben. Maar het gaat ook over sociale structuren. Het gaat over erbij horen, over oog hebben voor elkaar en voor generaties na ons. Kortom, als u de PvdA-fractie vraagt om de kaders voor de begroting 2017, dan is ons antwoord een eerlijke, sociale en duurzame samenleving. Dat is en blijft de belangrijkste norm waaraan wij het nieuwe beleid zullen toetsen. Dank u wel. Dank voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. We gaan nou op koers met nu. Heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp is de jaarstukken 2015 en de resultaatbestemming 2015, annex 7, de wijziging van de begroting 2016. Voorzitter, aan de Raad wordt gevraagd de jaarrekening 2015 vast te stellen, het rekeningresultaat van bijna 9 ton toe te voegen aan de algemene reserve en in te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2015, te weten 6 ton voor incidentele verhoging budget 2016 in het sociaal domein en bijna 6 ton voor werkzaamheden, activiteiten die in 2015 niet konden worden afgerond. Voorzitter, dankzij structureel hogere belastingopbrengsten en dividenduitkeringen lijkt het allemaal wat makkelijker te gaan in Hardenberg. Onze fractie heeft diverse vragen gesteld. Die vragen die zijn gesteld in de technische beantwoording, die zijn uitgebreid ook aan de orde geweest tijdens de oriënterende ronde vorige week. En die zijn op adequate wijze beantwoord. Bij de woningbouwprojecten wordt het traject flexibel programmeren ingezet om meer ruimte te creëren voor initiatieven waar de markt wel behoefte aan heeft. En we zijn verheugd, voorzitter, dat die weg wordt ingeslagen. Bij recreatie en toerisme streeft het college in de sector naar meer economische groei. En hoewel er enkele lichtpuntjes te zien zijn, ziet ook koers graag een meer dan maximale inspanning om de zaak daar nog wat meer op scherp te zetten. Afstemming binnen de sector blijft in onze optiek belangrijk, maar nog belangrijker is dat de kracht van het collectief nog meer benut gaat worden dan tot nu toe het geval. In onze beleving mag het allemaal nog wat strakker worden neergezet. Ten aanzien van het gezondheidspark heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder uitgebreid uitleg gegeven over het nog te ontwikkelen gezondheidspark. Maar helemaal gerust zijn we daar niet over. En ook daarvan verwachten we maximale druk richting de partijen die daarbij betrokken zijn. Laat uw college ervoor zorgen dat de bewegende panelen van gezondheidszorg en samenleving verbinding met elkaar blijven houden. Ten aanzien van de bevaarbaarheid van de Vecht en de bootjes die er kennelijk nog meer moeten gaan varen, wellicht kan de portefeuillehouder na het artikel in de Stento vorige week over dit onderwerp een update geven.
Tot slot, we houden het kort, voorzitter, over de accountantsverklaring die niet geheel compleet is. Er is al meer over gesproken dan ons lief is. Wij kunnen leven met de verklaringen die daarover gegeven zijn. Ik neem voor het gemak, voorzitter, omdat het vrij kort is, ook agendapunt 7 erbij mee, de kaderstelling. En in de oriënterende ronde hebben wij daar ook onze punten meer dan duidelijk kunnen maken. Schriftelijk geformuleerde vragen zijn heel ruim beantwoord. We hebben er volop kennis van kunnen nemen tot in de kleinste uurtjes toe, de laatste vergadering. Samen met het ambtenarenkorps heeft uw college langzaam geboord in tamelijk massieve planken. Maar er moet wel bijgezegd worden, met verantwoordelijkheidsgevoel en het juiste inschattingsvermogen. En ook dat mag gezegd worden. Het resultaat is dat de Raad onder andere een bedrag van €460.000 mag verdelen, waarmee de lokale politiek wordt uitgedaagd om keuzes te maken. Voorzitter, voor Op Koers geldt slechts het feit dat het teruggeven van geld terechtkomt bij de juiste burgers, in de juiste mate, op het juiste ogenblik en met de juiste bedoeling en op de juiste manier. Ons verkiezingsprogramma biedt ons daarbij de juiste handvatten. En daarom beperken we ons vanavond tot het wel of niet ondertekenen van moties en amendementen. Ten aanzien van de reeds ingediende moties en amendementen en de eventueel nog in te dienen moties, vragen we van alle portefeuillehouders een korte, duidelijke en heldere beschouwing van uw college, zodat we ons als raad een duidelijk oordeel kunnen vormen. Voorzitter, er rest ons nog één vraag. In dit gremium is de afgelopen periode regelmatig gesproken over het onderwerp ROVA en hoe we voor de burgers in het algemeen tot lastenverlichting kunnen komen ten aanzien van de afvalstoffenheffing. De portefeuillehouder, de heer De Vent, heeft daar een hele duidelijke handreiking voor gedaan. Heeft ook een duidelijke hint in die richting gegeven dat hij daar serieus werk van maakt. Ook andere fracties hebben daaraan gerefereerd binnen dit gremium. Wij zouden nog iets scherper op de bril kunnen willen krijgen hoe de portefeuillehouder daar vorm en inhoud aan geeft en op welke termijn hij daar serieus mee aan het werk gaat. Dat was het, voorzitter. We zouden er een heel verhaal van kunnen maken. We hebben bewust gekozen om het kort te houden. We hebben fantastisch genoten van de lezing van de heer Boersma van de ChristenUnie. Hij had het over de kolonie van weldadigheid. De heer Gelling heeft gesproken, die was op een andere plek geweest. Voor mezelf heb ik dat vertaald als de kolonie van baldadigheid, waarvan akte. Dank voor de bijdrage van de zijde van Op Koers.nu. Blij dat u genoten heeft van de stukken van de zijde van de gemeente ook in ieder geval. En u mag inderdaad van het college verwachten dat ze antwoorden geven op de ingediende moties en amendementen. D66, voorzitter. D66 zou ik graag willen uitnodigen voor de algemene beschouwing. De heer Roodmans. Voorzitter, dank u wel. Vandaag markeert een einde van een eerste beleidscyclus van deze raad. In het voorjaar van 2014 had onze fractie al reeds moeite met de wijze van begroten en dat is voor dit jaarverslag onveranderd gebleken. Zorgen zitten vooral in de grote verschillen tussen de begroting en het uiteindelijke jaarverslag. Daar is over veel gezegd. Hoewel ons dat verschil is uitgelegd in de beantwoording van de technische vragen, snappen we niet heel erg goed hoe dit kan. En de kritiek van de accountant van 2014 blijkt ook ongewijzigd te zijn, tenminste in het concept accountantsverslag, want een definitieve goedkeuring laat overigens met goede reden op zich wachten. Wel geeft het ons reden om niet in te stemmen met de jaarstukken. We kunnen niet achter deze manier van beleidsuitvoering staan. Dat hebben we in 2014 en 2015 aangegeven en wat dat betreft is dat voor dit punt ongewijzigd. De bestuursrapportage daarentegen biedt ons meer mogelijkheden dan in de laatste 2 jaar. D66 is blij dat deze gemeente meebeweegt met de vragen en oplossingen van deze tijd. De Partij van de Arbeid refereerde daar al aan. Bestuurlijke uitdagingen in Europa, vluchtelingencrisis, financiële, economische vraagstukken. We gaan maar door. Daarin hebben wij ook onze eigen opdracht. En hoewel we er nog niet helemaal zijn, klinkt in deze rapportage door en in de kaderstelling voor 2017 dat het college beseft dat we zorgvuldiger
en meer doordacht moeten omgaan met ons geld. Dat inwoners meer betrokken moeten worden in beleid en dat grote vraagstukken van de komende tijd zich richten op samenleven, samenzorgen voor elkaar en voor de omgeving. De vertaling van dit inzicht zien we nog niet helemaal terug in de bestuursrapportage, maar we zijn op weg. Wat wil D66 in de komende jaren? Wij willen graag een financieel gezonde gemeente. Een gemeente die op eigen benen kan staan zonder grote risico's te nemen en zonder grote tekorten af te wentelen op haar bewoners. We erkennen dat de bezuinigingsmaatregelen onontkoombaar waren, maar met de huidige situatie kunnen we de stijging van de OZB een halt toeroepen. Er zijn meerdere partijen die daar al aan hebben gerefereerd. Ons voorstel is daarom ook om de trend van die stijgende OZB te breken en deze in de komende jaren niet verder te laten stijgen dan met bijvoorbeeld de inflatie. Eigenlijk in navolging van het voorstel van het CDA, dus daarom ook graag een reactie van het college daarop. Wat betreft de economie zien we in de afgelopen jaren dat Hardenberg een stabiele economie heeft met veel innovatieve en betrokken ondernemers. Tegelijkertijd zien we dat er sectoren zijn die onder druk staan vanwege de huidige ontwikkelingen, zoals de detailhandel, de bouwsector en zelfs de agrarische sector. D66 vraagt nadrukkelijk aandacht vanuit de gemeente voor deze sterke sectoren, zoekt verbinding met andere beleidsvelden en zoekt vernieuwende manieren om de economie een impuls te geven voor de toekomst. Wat ons betreft ligt die toekomst ook in nieuwe vormen van bedrijvigheid, in andere energiebronnen en in nieuwe samenwerkingsverbanden. We vragen het gehele college dan ook om te onderzoeken hoe de verschillende portefeuilles elkaar kunnen aanvullen en versterken ten behoeve van de lokale en regionale economie. Onze fractie werkt hier in ieder geval graag aan mee, mocht dat gewenst zijn. Het mag u niet verbazen dat wij groot voorstander zijn van nadrukkelijke burgerparticipatie. We zien hiervan in de gemeente al goede voorbeelden ontstaan en van nieuw beleid dat op initiatief van deze gemeente tot stand komt. Het gaat hier om leefbaarheid in de kernen, ook buiten de stad Hardenberg. Politiek moet daarbij richting en kaders meegeven, mogelijkheden scheppen of soms streng zijn wanneer de ideeën niet passen. We vragen dan ook aan het college en deze raad om nieuw beleid niet alleen te toetsen op financiële argumenten en een zekere mate van urgentie, onvoorzien en onuitstelbaar, maar vooral ook op draagvlak en duurzaamheid. Hiertoe heeft D66 een motie voorbereid met als dictum: bij voorstellen voor nieuw beleid, zowel bij de begroting als tussentijds, in het voorstel aan de raad op te nemen, afwegingskaders wat betreft duurzaamheid en draagvlak en deze afwegingskaders samen met de raad vorm te geven. Dank. Motie nummer 3 maakt deel uit van deze vergadering. Duurzaamheid. Hardenberg is een groene gemeente met oog voor de omgeving. We lopen mee in de kopgroep wat betreft de opwekking van energie door middel van zonnepanelen, maar het is niet genoeg wat ons betreft. In de komende periode komt het college in samenspraak met deze raad tot een nieuwe ambitie voor wat betreft duurzame energie. De insteek van onze fractie is hierbij om een plan te ontwikkelen hoe binnen een redelijke termijn, zeg tot 2040, alle woningen in de gemeente voorzien kunnen worden van duurzame energie. Hiertoe moeten alle actuele en innovatieve methoden worden onderzocht samen met inwoners en bedrijven. Dit is een opdracht wat ons betreft die verder gaat dan politieke ambities. We zien het als een opdracht aan onze generatie. De fossiele voorraden raken eens op en de signalen van de omgeving dat we de omgeving schaden zijn overduidelijk. Dit moet anders en ook of misschien wel juist op lokaal niveau. Bovendien biedt het ons voldoende kansen om nieuwe vormen van onderwijs en werkgelegenheid te scheppen. Laten we die kansen ook aangrijpen. Duurzaamheid is echter meer dan dat. Duurzaamheid is ook dat we zorgen dat Hardenberg nog steeds in beweging is in 2040. Dat we jongeren hier aan het werk hebben en dat we nog steeds de kracht van gewoon doen kunnen laten zien. Dat we een gids zijn voor anderen en kunnen inspireren. Een netwerk van samenwerking tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en sociaal-culturele instellingen moet wat ons betreft gaan nadenken over een agenda voor de lange termijn. Graag zien we hierop een visie van het college en natuurlijk van de collega's in deze raad. De zorg. Met enige zorg zien we dat deze gemeente veel geld overhoudt aan de zorgtaken die aan ons zijn overgedragen. De reden daarvoor is duidelijk, maar niet voor ons een reden tot tevredenheid. Dat inwoners hun PGB niet ten volle benutten, dat mensen zich meer zelfredzaam opstellen en daardoor minder WMO-zorg inkopen, is voor onze fractie een signaal dat we de taken mogelijk anders moeten oppakken dan voorzien.
Ook omdat we in deze gemeente mensen zien die juist extra zorg nodig hebben, of mantelzorgers die bijna overwerkt zijn. Natuurlijk zijn er grenzen aan onze mogelijkheden. Juist omdat we nu extra financiële ruimte lijken te hebben, vragen we aan het college het geld wat we overhouden in het sociaal domein, een bestemming in 2016 en 2017 te geven voor de zorgtaken. Ook in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad, die stelt dat alle cliënten recht hebben op het niveau van zorg van voor de 3 decentralisaties. Ook om die reden dienen wij graag met de PvdA die motie in, die het college oproept om een sociaal ombudsman in het leven te roepen. Overigens heeft onze fractie in 2014 deze oproep al eerder gedaan, samen met de collega's van de VVD. We zijn blij dat dit initiatief nu een bredere steun heeft. Ook is op 15 juni een motie ingediend in de Tweede Kamer door de D66-fractie. Deze motie is inmiddels aangenomen en heeft als strekking dat de mogelijkheid van het verlenen van zorg door jongeren als mantelzorger niet wordt meegerekend in de bepaling van de ondersteuningsbehoeften binnen de WMO. Graag hier op een reactie van de portefeuillehouder. En op 23 juni vroeg de Tweede Kamerfractie van D66 naar de mogelijkheden om kinderen in een AZC ook toe te laten op kinderdagverblijven om zo sneller te kunnen integreren. Landelijk moet hier nog geld voor worden vrijgemaakt. Maar omdat waarschijnlijk in oktober de eerste gasten in het AZC in Harderberg komen, vraag ik alvast hoe de portefeuillehouder hier tegen aankijkt. Ik ben bijna aan het einde van mijn betoog. Nieuw beleid nog. Ik reageer hiermee ook op de paragraaf nieuw beleid in het bestuursrapportage. Er is een lijstje opgenomen van meer urgente vraagstukken van gewenst beleid. Wat dat eerste betreft ontgaat mij enigszins de urgentie, maar ook de visie op waarom dat nieuwe beleid moet komen, is mij niet helemaal duidelijk. Dat gezegd hebbende wil ik graag via een motie een onderwerp toevoegen aan de lijst van gewenst beleid, zodat we hier in de Raad eens meer uitvoerig op terug kunnen komen. Het betreft de vraag voor nieuwbouw van de school Pro Harderberg, die nodig aan vervanging toe lijkt te zijn. Het dictum van de motie luidt dan ook om aan de lijst nieuw gewenst beleid, eerste bestuursrapportage, pagina 11, toe te voegen. Het programma Meedoen, huisvesting Pro Harderberg. Ik heb het in een motie gegoten omdat er ook nog een opdracht aan verbonden is de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen voor de behandeling van de begroting 2017. Tot zover. Akkoord, dank u wel. Deze motie gaat ook nog mee in de beraadslaging, motie nummer 4. En daarmee is de bijdrage van D66 ook aan het einde. De heer Boersma. Het was duidelijk dat wij geen discussie mochten, maar mag ik de heer Rodemans 1 vraag stellen ter verduidelijking? Een vraag, als ja. Mij dat toestaat. Meneer Rodemans, heb ik goed begrepen dat u tegen de jaarrekening gaat stemmen? Dat is correct. Ja, dus dat is in lijn met al onze eerdere inbrengen op dit punt. En daarmee accepteert u dat we onder verscherpt toezicht van de provincie komen? Ik neem aan dat wij geen meerderheid zullen... Dat is een mooie. Nee, daar kom ik straks terug. Dank u. Akkoord. Akkoord. Ten slotte ga ik naar de fractie van GroenLinks. En die staat al klaar in de stadblok. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Algemene beschouwingen. Ik heb eens goed nagedacht over wat algemene beschouwingen in deze raad dan zouden moeten zijn en welke rol ik als kleinste fractie inmiddels zou kunnen vervullen erin. Ik vond dat een lastige en ik heb teruggekeken, zoals u allen, over hoe de afgelopen periode is geweest en compact voor mij in het kleine jaartje wat ik nu in uw midden mag verkeren. Ik heb toch een rare constatering gedaan waarin we merken dat er landelijk en internationaal zo verharde maatschappij lijkt te zijn waarin we eigenlijk onszelf lijken te ontslaan van onze zorgplicht naar de allerkwetsbaarste mensen of de natuur in onze samenleving. Waar we het hebben over bezuinigingen, over slim inzetten, zo steeds meer over de schutting gooien naar onze inwoners, waarvan we zeggen van, nou gaan we eens naar elkaar omkijken. Weet je, je kunt maar niet je hand ophouden en roepen dat je rechten hebt. Dat geeft mogelijkheden tot transformatie, zo noemen we dat netjes. Het geeft ruimte om te kijken of we efficiënt ons werk doen, of op de juiste manier onze samenleving is vormgegeven. En tegelijkertijd zeggen wij als bestuurders en wij als raad als onderdeel van het bestuur, we rekenen het wel af op rechtmatig financieel beheer.
We hebben het hier helemaal niet over visie. We hebben het niet over toekomstbestendig. We hebben het hier vooral niet over onze zorgplicht die we altijd zullen behouden voor die kwetsbare mensen, zoals mevrouw Luiten zo netjes zei, die niet assertief zijn, die niet de juiste wegen weten bewandelen. En hoe mooi zou het zijn, in het licht van meneer Boersma, dat over 100 jaar Suzanne Jansen inderdaad kan zeggen, 100 jaar geleden is hier in Hardenberg, in het kader van transformatie, van modern bestuur, daadwerkelijk door de raadsleden nagedacht over overheidsparticipatie. En hoe dan die regie loslaten en het faciliteren van die burger meer is dan alleen een initiatieffonds van 100.000 euro. In hoeveel ruimte heeft die raad, die elke keer van het college terugkrijgt? U bent aan zet. U bent het hoogste orgaan. Hoeveel ruimte hebben wij gekozen om te kijken naar de samenwerking, richting geven, kaderstellend, toekomstvisie, transformatie? En waar hebben wij dan, in plaats van gelegenheidspolitiek, vliegen afvangen, gekeken naar hoe we daadwerkelijk kijken, niet over 20 jaar, niet over wat we gisteren hebben gedaan, maar wat we nu nodig hebben om die samenleving een boost te geven. We kunnen 460.000 euro natuurlijk teruggeven, want dat hebben we binnengehaald op de OZB. Maar zouden wij niet de vraag moeten stellen aan onze samenleving, wat heeft u eigenlijk nodig om straks uw rekening te kunnen betalen? Wat heeft u van ons nodig in bewegingsruimte om de kaderstelling voor u dusdanig te wijzigen dat u ook binnen het centrum uw onderneming kunt behouden? En wat heeft dan die agrarische sector nodig binnen de maatregelen die wij hier maken om inderdaad geen problemen te hebben? En als er dan een probleem is, dat wij dat kunnen opvangen binnen onze regelgeving? Of leggen we ze gewoon op dat we asbest moeten weghalen voor 2024? U redt zich er maar mee. Dit vraagt van ons allen een andere wijze van besturen. En misschien moet deze raad herijken waar onze macht en verantwoordelijkheid ligt. Zodat uiteindelijk Suzanne Jansen kan zeggen, hebben ze mooi gedaan daar met die Hardenbergers, met een streekfunctie. En daar hebben ze hard voor gestreden, om een toegevoegde waarde te hebben. En onze fractie is van mening dat als het CDA gematigd positief duurzaam kan worden, dat er in ieder geval hoop is voor ons allemaal. Dank voor de bijdrage van de zijde van GroenLinks. Daarmee sluiten we de eerste termijn af van de algemene beschouwingen rondom de jaarstukken en de eerste bestuursrapportage en de kaderstelling, om het zo maar te zeggen. En ik kijk rond. Het voorstel is om direct door te gaan, tweede termijn, waarin u de gelegenheid heeft om op elkaar te reageren. Is dat akkoord? Dat is akkoord, ja. Dan vraag ik aan u van wie heeft behoefte om het woord te voeren in tweede termijn. ChristenUnie, CDA, BosBenU, Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Ja, akkoord. Toch maar even in volgorde van het CDA. Ik begin met de heer Brugman. Dank u wel, voorzitter. Even voor de goede orde. Stel ik de vraag aan alle partijen en komt daarna een beantwoording of doe per partij of hoe? Wat mij betreft voor het overzicht zou het goed zijn dat u vraagt stelt dat we dat dan ook direct afhandelen. En dan kijken we wat er nog overblijft voor de anderen. En zo werken we dat af. Helder. Ik heb één vraag aan de fractie van de ChristenUnie. En dat gaat over de ingediende motie over de maatschappelijke initiatieven. Wij waren daar in de oriënterende ronde nog redelijk positief over. Alleen juist de beantwoording vanuit het college heeft ons wel aan het denken gezet. Met name wat beantwoording het betrof over welke rol moet je als raadslid hier vervullen. En om die reden hebben wij dit punt laten vallen. In die zin verbaast mij ook enigszins dat jullie dit toch doorzetten. Misschien kun je dat nog even benadrukken op dat punt. Hè? Het college is eigenlijk van, je moet je afvragen of de rol van de raad wel is om dit zo te gaan doen. U gaat er toch mee door. Graag een korte reactie daarop. Heer Boersma. Twee antwoorden. We zitten in een duaal stelsel en we hoeven het niet altijd met het college eens te zijn. Dat zal straks ook blijken als we moties en amendementen. Terwijl we dit college wel steunen, dat is u bekend. Een tweede is, er is een wensenlijstje op bladzijde 11, wat wij met elkaar in kunnen vullen richting de begroting. En wij zien een aantal initiatieven in de samenleving die kunnen niet gesteund worden. En wij zouden heel graag daar een bedrag, of het nou een ton is of 80.000 euro, dat maakt ons niet zoveel uit. Met de verordening eronder, om mensen dat aan kunnen vragen. En dan is het weer aan
de ambtenaren en het college om dat toe te kennen. En daar speelt volgens mij het laatste de raad geen rol in. En daar was voor mij het misverstand de vorige keer. Maar we hebben natuurlijk ook bij het evenementenbeleid vastgesteld dat we juist kleine initiatieven willen ondersteunen. Maar u denkt dan blijkbaar toch in een andere richting. Ja, ik heb het hier niet over evenementen. Ik heb het hier over ontwikkelingen in de samenwerking die in de samenleving te goede komen. En dat denkt u met een ton te kunnen realiseren? Dat klinkt een beetje flauw. We zeggen van, er is een aantal hele goede initiatieven. We gaan het echt niet verdelen over alle plaatselijke belangen en buurtschappen. We zeggen van, kom met een goed plan. En als het goed plan voldoet aan wat in de verordening staat, dan kunt u daar een bedrag van ons van krijgen, van de gemeente van krijgen, om dat ook uit te voeren. En dan ga je terug naar de burger en dan leg je daar ook de verantwoordelijkheid neer in deze samenleving. Akkoord. Ik heb een vraag voor de fractie van de VVD. U bent bij de bezuinigingen akkoord gegaan om het dividend van de afvalstoffenheffing buiten het budget neutraliteit te houden. En als ik uw verhaal nu hoor, denk ik van, hij wil het toch weer terugplaatsen daarin. Heb ik dat goed begrepen? U wilt het dividend weer teruggeven via de tarieven. Regeling. Zeker. Er is namelijk zo'n enorm ander saldo dan wij naar keken ten tijde van het aannemen van dit voorstel. Dat zit 6,3 miljoen tussen. Er zijn met een kaderstelling bezig. En het principiële besluit, wat ik toen ook al even aangaf overigens bij de behandeling, dat in onze optiek het namelijk eigenlijk wetshalve zo is, dat je bij een bestemmingsreserve gewoon niet mag verdienen. Dus het lijkt mij helder dat dan in het kader van de begroting die dan plaats gaat vinden en de cijfers die wellicht ruimte geven voor enige ruimte om de burgers iets terug te geven en een lastenverlichting te doen om dat te doen. Het is namelijk ook de OZB die in dezelfde bezuiniging door u is aangenomen en verhoogd zou worden, die we hier ook gaan temperen. Dus ik zie niet in waarom de OZB daar wel getemperd zou mogen worden in een dividend van de ROVA niet teruggegeven zou worden. Dat klopt, maar als u ondersteunt ook onze idee rondom de OZB. En als we dat anders bij elkaar optellen komen, dan kunnen we bij de begroting nog wel eens tot de conclusie komen dat we het misschien niet helemaal gaan halen. Maar goed, dus maar was wel blij met uw definitie van maximaal mogelijk. Als we een eerste dividende teruggeven, dan is de maximaal mogelijke teruggave wat anders. Overigens is het wel zo dat wij eens in een wat kleine comité gehad hebben over een totale herschikking van de woonlasten. En ik denk dat we daar ons op zouden moeten focussen. Hè? We zijn het er allemaal over eens, denk ik, hier raadsbreed, dat de woonlasten indien mogelijk wat naar beneden zouden mogen. We hebben ook de LTO al gehoord die natuurlijk vragen om een herschikking ter zake van de OZB die daar geheven wordt. En ik zou eigenlijk willen voorstellen om dat overleg, waar u volgens mij ook bij zat, toen de tijd om dat nog eens weer opnieuw leven in te blazen. Om eens te kijken of het de totale woonlast, afvalstoffenheffing, maar ook OZB, om die weer eens te heroverwegen en dan wellicht met een voorstel te komen richting de raad. Akkoord, dan kom ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid. En dat had ik al enigszins verwacht, maar we zitten niet helemaal op dezelfde lijn. Maar voor de goede orde, ik begrijp u ook niet helemaal, want u schermt weer met het feit dat allerlei mensen een tekort in de zorg zouden hebben. De mensen die assertief genoeg zijn, dat er dus meer bij moet. En daarom verbaast het mij ook zo dat u niet met voorstellen komt. Want blijkbaar heeft u voldoende input gekregen als raadslid, als volksvertegenwoordiger, dat zaken niet in orde zijn, dat zaken niet in de haak zijn. Maar het enige wat u over een zonder amendement voorstelt is om een aantal middelen maar in een gemeentelijke spaarpot te stoppen. Daar begrijp ik werkelijk niets van. Dus daar hoor ik graag een reactie op. En ten tweede valt het mij daarom op dat als u zegt van nou, laten we die middelen maar teruggeven in de zorg, ja, dan wijkt u wel af van het systeem dat we hier met elkaar en ook landelijk over hebben afgesproken, dat we in de zorg naar een iets ander systeem willen, namelijk naar die participatiesamenleving. En als ik u dan zo een beetje beluister, dan denk ik nou, dat is misschien toch wel wat oude politiek, wat overigens niet wil zeggen dat als zaken daadwerkelijk niet in orde zijn, wij uiteraard bereid zijn om daarin mee te denken. Maar daar hadden wij er graag voorstellen voor gezien. Daar kan ik me heel goed voorstellen en ik had die voorstellen ook heel graag gedaan. Dat zeg ik hier direct bij. Het punt is alleen dat toen wij ons hier wat verder in gingen verdiepen, bleek dat eigenlijk niemand ons precies kon vertellen hoe we nou zouden kunnen vaststellen wie er nou wel of niet genoeg zorg krijgt. Het systeem is kennelijk of nog te nieuw of nog te ingewikkeld, of er zitten te veel schijven tussen, dat het heel lastig is om dat vast te stellen. En ik ben het in dat opzicht met u eens, dat heb ik ook 2 weken geleden gezegd, dat als iedereen de zorg heeft die die nodig heeft en er is dan geld over, dan zult u mij ook niet heel snel, dan zal ik ook niet snel een probleem maken.
Maar waarom wij nu dit punt aankaarten, en daarom lossen we het ook op met deze motie zoals we dat vandaag doen, is dat het begint allemaal bij zeker te weten dat mensen die de zorg nodig hebben, die ook kunnen krijgen. En totdat we dat weten, heeft het voor ons ook weinig zin om voorstellen te doen. We hebben 2 jaar geleden voorgesteld om een reserve in te richten, speciaal voor het sociaal domein, waar dan zowel de mee- als de tegenvallers in zouden gaan. Dat is ons, we hebben dat ons toen uit het hoofd laten praten, laat ik het zo maar zeggen. Omdat het om allerlei redenen beter was om 1 grote algemene reserve te hebben. Daar is ons toen ook verzekerd dat als er tegenvallers zouden zijn, dat die ook uit de algemene reserve gedekt zouden kunnen worden. Het was nooit onze bedoeling, en daar zijn we dan dus ook niet zo gelukkig mee, dat het betekent dat de meevallers ook voor andere doelen gebruikt kunnen worden. Wij waren daar toen de enige in, dus ik heb niet ingeschat dat het nu voldoende zou werken en dat het ons alsnog zou lukken. Dus daar zijn we niet aan begonnen, maar wij willen wel, hoe dan ook, om te beginnen zeker weten dat we een systeem proberen te maken waarin we kunnen beoordelen of iedereen in Hardenberg de zorg krijgt die ook nodig heeft. Maar voorzitter, het is toch bijzonder om te zeggen, we kunnen niet vaststellen dat het zo is, en toch stelt u het dusdanig vast dat u er ook naar politiek naar handelt. Dat is toch buitengewoon opmerkelijk? Nou, dat vind ik helemaal zo opmerkelijk. Omdat wat wij nou juist in de praktijk voortdurend merken, is dat de mensen die in die sectoren werken, in die sectoren patiënt zijn of cliënt zijn, dat wij daar nog veel te vaak gevallen tegenkomen. Individuele gevallen, dat geef ik direct toe. Maar waarvan zowel de professionals als de cliënten zelf, als de familieleden en de omgeving zegt, dit klopt zo niet. En het klopt misschien wel volgens de regeltjes, maar dit kan niet. Als ik een wijkverpleegkundige hoor vertellen dat ze voordat ze een open wond bij een bejaarde dame moet verbinden, eerst de douche moet schoonmaken, omdat sinds de huishoudelijke zorg is gekort, de douche niet om aan te pakken is, laat staan dat je daar wonden kan verbinden, dan denk ik, dan gaat er dus nog steeds iets verkeerd. En maar totdat dat is opgelost, zult u mij voortdurend op uw pad vinden op het moment dat er iemand tegen mij durft te zeggen dat er geld over is in het sociaal domein, wat dus kennelijk niet nodig was. Voorzitter, dat is prima en ik kom mevrouw Luijten ook graag op mijn pad tegen. Alleen, ik vind het wel bijzonder dat als zij deze voorbeelden noemt, dan zou je toch denken, dan ga je daar concreet mee aan de slag. Werk het uit, kom met een voorstel, ga met elkaar in gesprek en pas het beleid aan. Want alleen op die manier kunt u daadwerkelijk iets aanpassen. En met alle financiële trucjes in reserves en bestemmingsdatsdingen, dat heeft volgens mij geen enkele zin. Als u iets wilt betekenen voor de zorg, voor de problematiek die er volgens u is, dan verwachten wij daar graag voorstellen op. Meneer Breukeman, dat is precies wat ik vandaag heb gedaan. Want ik ben het met u eens dat we dit niet oplossen met rare trucjes en reserves en financieel technische zaken. Waar we het mee oplossen is op zijn minst te beginnen dat er ergens een loket, een telefoonnummer, een e-mailadres, een gebouw is, waar ofwel mensen zelf, ofwel de familieleden, ofwel de professionele zorgverleners aan de bel kunnen trekken en zeggen, bij dat geval, in die casus, gaat het niet goed. Totdat we dat weten, heeft het geen zin inderdaad om over reserves te praten. Dus dat zullen we hoe dan ook eerst moeten oplossen. Akkoord. Helder verhaal. Ik denk wel dat het goed is dat het college ook even ingaat van hoe het nu met de klachtenprocedures dan gaat. Want daar zijn we dan wel benieuwd naar. Een vraag voor de fractie van D66. Ja, u gaat tegen de jaarstukken stemmen. U heeft ook al tegen de begroting gestemd. Nou ja, daar kan ik me dan nog iets bij voorstellen dat u dat doet. Nou ja, vanuit uw rol als oppositielid van D66 dan. Maar ik denk van ja, nu de jaarstukken er liggen, dat zijn de daadwerkelijke cijfers. Dan zou je op tenminste wachten dat u daarmee akkoord gaat. Want u gaat nu niet akkoord met de werkelijkheid. He? Als u dan vindt dat er te veel ruimte zit tussen de begroting en de jaarstukken, dan zou ik zeggen, ja, ga dan niet akkoord met de begroting, maar wel met de jaarstukken. Nu gaat u met beide niet akkoord. Ja, dat is wel heel weinig. Wilt u daarop reageren of moet u dat zo accepteren? Heer Rol. Voorzitter, ja, ik zou erop willen reageren, maar u zegt al in feite wat het is. Het is inderdaad wat dat betreft heel erg weinig. Het is overigens een afsluiting, zoals ik dat ook heb gemeld in mijn inbreng, een afsluiting van deze cyclus die begon net na de verkiezingen van 2014, waar we nu een streep onder zetten wat dat betreft. Het is wat ons betreft een cyclus geweest die ons wat weinig bracht wat betreft de uitvoering van het beleid. En daarom hebben wij consequent nee gezegd tegen zowel de begroting als de jaarstukken. Dat hebben we namelijk vorig jaar ook gedaan.
Dus ja, in dat licht moet u maar accepteren dat het voor nu even weinig is. Wat ik u wel wil meegeven is het tweede deel van mijn betoog, waarin ik wat meer licht in de tunnel zie voor een komende cyclus, wat mij betreft. Akkoord, maar het feit blijft staan dat u gaat om een politieke keuze, niet akkoord met een realiteit die ter tafel ligt. En dat betekent ook nog iets, maar goed, ik hoor die vraag ook al aan de rechterzijde van mij, dus die laat ik daar ook even liggen. Nog een andere vraag, u komt met een motie om de situatie van Po Hardenberg op te nemen in het wensenlijstje. De vraag erbij is volgens u aan de orde dat daar middelen naartoe moeten gaan, dat er sprake van een nieuwbouw moet zijn of iets dergelijks? En vindt u niet dat u misschien een verwachting wekt die misschien niet reëel is? Voorzitter, eerlijk gezegd begrijp ik die laatste vraag niet zo goed. Ik ben bij de school op bezoek geweest en ik heb een gesprek gevoerd met de bestuurder van de school. Met name dan over de situatie zoals ze daar nu zitten. Dat tegen het licht dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen ook in het voortgezet onderwijs, in principe. En ik schep geen verwachtingen richting de school. Ik wil alleen hier in deze raad het gesprek erover kunnen voeren. En dat kunnen we voeren door het op te nemen in een lijstje van gewenst beleid. En in principe ben ik bereid, ja, om daar middelen tegenover te zetten. Alleen zeg ik nu even niet hoeveel dat zou moeten zijn. De school heeft een plan. Dat komt mogelijk dan ook ter tafel. Daarover zouden we kunnen debatteren. Maar we kunnen daar ook alternatieven als raad tegenover stellen wat mij betreft. Maar ik wil wel dat gesprek erover aangaan. Want ja, ik ben er geweest. Ik heb de situatie gezien. En ik ben ervan overtuigd dat deze school wel aan gedeeltelijke vervanging over ons toe is. Ja, voorzitter, wij zijn ook daar op locatie geweest. En ook in het kader van hoor en wederhoor hier om tafel gezeten. En ik vind wel, als je iets opneemt in een wensenlijstje, dan gaat daar ook een bepaalde politieke wens van uit. En dat is nog maar de vraag. Volgens mij was het veel verstandiger geweest om eerst hier iets van een schriftelijke vraag zo aan te stellen, dat het in ieder geval een betere informatiepositie heeft. En ik denk dat mijn fractie ook die voorkeur heeft om eerst eens dingen nader uit te werken. Want neemt u iets op in een wensenlijstje, als het gaat om een schoolgebouw in dit geval, dan betekent dat daar ook een bepaalde wettelijke regelgeving, of in ieder geval een onderbouwing onder moet liggen, waarom die daar is opgenomen. En ik vraag me in die zin ook af of het college die steunt. Meer vragen heb ik overigens niet, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Fractie van de ChristenUnie, de heer Bosma. Kijk, ik heb 3 vragen. 1 aan het CDA en 2 aan de D66. Ik begin maar even met het CDA. Als ik kijk, geachte collega, dan zie ik een aantal gemeentes om me heen, waar ook het CDA vaak in het college zit, waar men erg enthousiast is over het omgekeerd inzamelen. En men ziet daar het grijze afval, zo noem ik het maar even, drastisch teruglopen. Hè? Waardoor we een betere wereld bereiken. En ik blijf me afvragen, als ik naar u luister, wat moet er gebeuren in Hardenberg om u ook een positieve draai te laten geven voor dit verhaal? Want ik krijg het niet helder. Kunt u dat nog even uitleggen? Nou, voorzitter, ik ga antwoord geven, maar ik wil niet te veel de discussie rond het hele afvalbeleid overnieuw doen. Maar wat natuurlijk het geval is bij omgekeerd inzamelen, Hardenberg is een unieke gemeente met een groot buitengebied. Vandaar ook onze opvatting over het groen ophalen in het buitengebied. Maar wat ook meespeelt, wij halen de doelstellingen grotendeels, of met gemak. We gaan daar overheen. We zien in alle rapportages de hoeveelheid restafval afnemen. En ik weet niet of u de financiële kaders heeft bekeken van een volledige fase 2. Dat is een miljoeneninvestering waarbij je allerlei ondergrondse containers gaat plaatsen, die overigens structureel ook nog een grote last met zich meedragen. En waarin u ook de leefbaarheid van mensen tekort doet, omdat u laat mensen met het afval lopen naar de daarvoor bestemde plaatsen, ik geloof 1 of 2 per wijk. Dus in het kader van langer zelfstandig thuiswonen leek ons dat nou ook nog niet zo'n fantastische optie. En daarmee gaat het, voorzitter, dus niet om het omgekeerd inzamelen, maar om het gevolg wat het aangegeven in fase 2. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik. Voor mij dus niet, maar goed, dan hoef ik niet over eens te zijn. Dan ga ik naar de D66. Ik kom even terug op mijn interpellatie, meneer Rodemond, als het mag. Ik stelde u de vraag van, beseft u dat we dan onder verscherpt toezicht gaan? En toen zei u, als ik me goed herinner, en anders moet u het mij even corrigeren, dat wij kunnen tegenstemmen omdat wij toch geen meerderheid krijgen. Dus, heb ik dat goed begrepen?
Nee, dat heeft u op zich niet goed begrepen, maar u vroeg aan mij, accepteert u dat wij door uw tegenstem onder verscherpt toezicht worden gesteld? En die werkelijkheid zie ik nog even niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Tenzij we natuurlijk een hele overtuigende speech hebben gehouden zojuist. Maar goed, ik ga er voor nu even vanuit dat wij geen meerderheid daarin halen. Maar goed, uw vraag is natuurlijk anders, lijkt mij. Uw vraag is, accepteren wij voor onszelf dat met deze stem de mogelijkheid bestaat, toch? Dat en dan is mijn antwoord ja. Dat accepteer ik voor dit geval, omdat we er waarschijnlijk niet kapot aan gaan. Omdat verscherpt toezicht, er zal eerder een toezicht zijn op nieuw beleid door de provincie. Maar goed, ik heb ook al aangegeven in het tweede deel van mijn betoog, dat heb ik net aan het CDA aangegeven, dat wij wat dat betreft veel meer heil zien in deze wijze van kaderstelling dan 2 jaar geleden. Dus wat dat betreft is het voor ons ook maar een zeer tijdelijke realiteit. Maar mag ik u erop wijzen dat wij in de vorige periode, ik denk zo 4 jaar geleden, met als raad en fractievoorzitters geknokt hebben tegen een verscherpt toezicht vanuit de provincie, mm-hmm. omdat wij heel goed wisten dat we dan niks meer konden. En mijn vraag is of u dat beseft. En stel ervoor dat er nog meer partijen met u mee waren gegaan, dan hadden we dat, die situatie kunnen krijgen. En volgens mij stemt een partij ergens tegen uit principe en niet vanuit de gedachte, we zijn toch de enige, dat maakt niet uit, maar dat wil ik u meegeven. Een tweede vraag is, en dat gaat over de motie van waarin u schrijft, afwegingskaders wat betreft duurzaamheid en draagvlak. Ik heb daar een aantal keren dit weekend op zitten kouwen en ik denk van volgens mij zijn we bij elk voorstel wat we doen, wegen we een aantal dingen af. Niet alleen duurzaamheid, maar ook draagvlak, maar andere dingen. Dus vanwaar die motie? En een tweede, hoe wilt u het draagvlak bij elk voorstel wat we hier doen meten? Wilt u op bij elk draagvlakmeting een referendum houden? Dan ben ik wel benieuwd hoe we dat gaan invullen. En BRICS-toestanden zit ik niet op te wachten. Heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Nu zie ik wederom niet helemaal de link tussen een brexit en nieuw beleid van de gemeente Harderberg wat betreft referenda. Dat gezegd hebbende, nee, ik wil niet per definitie bij ieder nieuw beleid een referendum houden. Wat je zou kunnen doen, is een suggestie, is bepaalde afwegingskaders meegeven die we al van tevoren redelijk kunnen voorspellen bij nieuw beleid. Bijvoorbeeld dat bij ieder nieuw beleid, wat betreft ruimtelijke ordening, er vragen vanuit de bevolking komen. Als er vragen komen, die gaan dan over veiligheid, die gaan over bepaalde vormen van overlast, et cetera. Die normen kun je meegeven, dus bovenop datgene wat je al doet bij de afwegingskaders die we tot nu toe hebben. Ja. Laatste opmerking, meneer de voorzitter. Wat ik u meegeef is volgens u suggereert naar ons, als de rest van de raad, en dat zijn er dan nog 29, dat wij bij onze afwegingen die we maken geen rekening houden met duurzaamheid en draagvlak. Te weinig. Dat mag ik u dat kwalijk nemen? Dat mag u. Oké. Goed, dat waren de opmerkingen vanuit de zijde van ChristenUnie. Ga naar de Partij van de Arbeid. Ik heb een aanvullende, zou dat mogen, aangezien ik ook van de ChristenUnie ben? Ja, dat is goed staan. Mevrouw Hof? Ik stak net niet mijn vinger op, waarvoor dan excuus. Ik heb ook D66 een vraag en dat gaat over de school ook, Pro. Ik sluit me een beetje aan bij de woorden van meneer Breukelman als hij zegt, wek je geen irreële verwachtingen, ik zou het valse verwachtingen noemen. Ook wij zijn bij de school geweest, dat zal u niet verbazen wellicht. In de regio wordt op dit moment gewerkt aan een regionaal programma onderwijs, waarin onder andere gekeken wordt naar, ik noem het maar even, geografische ontwikkelingen, krimp van de bevolking en dus misschien ook van de populaties op scholen. De resultaten daarvan worden eind van dit jaar bekend. En is het dan niet veel verstandiger om de huisvesting van het voortgezet onderwijs in een breder perspectief te zien, in plaats van het nu op een wensenlijstje te zetten en misschien al naar gelang de uitkomsten van dat regionaal programma onderwijs, te zijner tijd aan het college de suggestie te doen om ook een IHP voortgezet onderwijs te maken. De heer Rodemond, wilt u daarop reageren? Nou, wat ik in ieder geval zowel het CDA als ChristenUnie hoor zeggen, is dat men openstaat voor een gesprek over de huisvesting van Pro Hardenberg. Misschien niet in de vorm van het plaatsen op het wensenlijst, maar in ieder geval wel op een andere vorm. En de intentie van de motie was in ieder geval om het in deze raad te agenderen
om ervoor te zorgen dat we een dergelijke voorziening in stand blijven houden voor Hardenberg en sterker nog wat bredere regio, omdat ik weet dat ze uit een bredere regio ook hun leerlingen halen. En het is een vrij specifieke scholingsaanbod, wat je niet zomaar op een hoop kan gooien met iedere willekeurig andere school. Dus ik zou dat wel specifiek willen benoemen. Maar goed, als de collega's in deze raad zeggen van we hoeven het niet op het lijstje te hebben, maar we gaan er zeker mee aan de slag, welke vorm dan ook, dan ben ik van harte bereid om, als dat gebeurt, die motie in te trekken. Dank u wel. Akkoord. Verder geen vragen van de zijde van de ChristenUnie. Dan gaan wij vlot door richting de VVD. Alsnog een vraag. Nou, even heel kort, want ik kreeg net van Alex Heiling een lijstje met hetzelfde verzoek in IAP voor het voortgezet onderwijs. En daar scharen wij ons aan. En het lijkt mij ook een overweging voor D66, of wellicht een vraag om dat te heroverwegen en dan de motie wellicht even te laten wat het is. Akkoord, dank u wel. Anders niet vanuit de zijde van de VVD. Partij van de Arbeid, mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. Ik heb in ieder geval een opmerking voor het CDA. U begrijpt dat u ons weer heel gelukkig heeft gemaakt. Tweede keer dit jaar. De eerste keer was toen u onze motie voor een ambitieuzer energiebeleid mede heeft ondersteund. Maar nu, omdat u zichzelf als een voorzichtige bekeerling op het gebied van duurzame energie heeft verklaard. Nou, u begrijpt, dat doet het bij ons ontzettend goed. Ik heb nog een vraag voor D66. Omdat, net als meneer Boersma, heb ik ook een tijdje zitten piekeren over de motie. En ik dacht, of ik lees hem en we doen het al. Want wij zouden ons werk als raad heel slecht doen als we voorstellen niet toetsen aan draagvlak onder betrokken inwoners en ondernemers. En als we het niet zouden doen, wat zou dat dan betekenen wat u dan nog extra zou willen? En daar word ik ook heel zenuwachtig van. Want als het beleidsvoorstel hier alleen maar er doorheen kan op het moment dat het draagvlak heeft van omwonenden of betrokkenen, dan kan ik u verzekeren dat er geen AZC was geweest, om er eens wat te noemen, dat er ook geen windmolens zouden komen. En dat we eigenlijk het hele principe van not in my backyard tot doctrine verheffen. Dus u begrijpt dat wij daar niet in mee zullen gaan. Akkoord, dank u wel. Anderen dan de fractie van Koers.nu, de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Een drietal opmerkingen, vragen, adhesie, betuigingen. In eerste instantie een vraag aan de PvdA en eigenlijk ook een zienswijze van Koers hoe wij aankijken tegen het geopperde voorstel om alle overschotten van het sociale domein, om dat automatisch te oormerken voor en opnieuw in te pompen, oneerbiedig gezegd, voor dat geoormerkte bedrag. Wij zouden het eigenlijk heel zuiver vinden. En die mening zijn wij al 10 jaar toegedaan, dat wanneer er overschotten zijn binnen de begroting, dat die weer terugvloeien naar de algemene reserves. En dat vanuit de algemene reserves, dat er nieuwe voorstellen komen om vanuit die optiek dan met goede voorstellen te komen. En wij zijn eigenlijk wel nieuwsgierig hoe u daar tegenaan kijkt. Dat zou dus in principe kunnen betekenen dat wanneer u misstanden op dat domein tegenkomt, dat u vanuit die situatie die budgetten weer terug kunt halen. Dat is net een iets andere benadering, maar het kan voor ons geen automatisme zijn dat geld binnen dat domein één op één daar rond blijft zingen. Dan hebben wij nog een vraag aan... Misschien handig om eerst deze vraag even te beantwoorden. Prima. Lijkt me handig. Ja. Meneer Botter, ik ben het op zich roerend met u eens. Alleen, wij hebben de afgelopen 2 jaar op dit punt gepleit wel degelijk voor een feitelijk hek om dat budget, om het zo maar even te zeggen. Omdat het gaat over een transitie, omdat het gaat over nieuw beleid. Op het moment dat het staat, dat we het goed in de peiling hebben, dat we weten wat we daar aan het doen zijn. Dan vind ik dat het gewoon de weg moet van alle budgetten binnen de begroting. Dus overschotten in de algemene reserves. Maar dat is niet zo. En we worden al jaren gewaarschuwd voor de enorme gevolgen die we niet kunnen overzien op dit gebied van het sociaal domein. Bovendien, het raakt ook wel heel erg aan de kern van de waardigheid van mensen. Je zal maar patiënt zijn. Dus vandaar dat we wij het rechtvaardig vinden om op dit terrein een uitzondering te maken. Oké. Helder, voorzitter. Voorzitter, een driewerf hoera en een adhesiebetuiging aan het CDA voor wat betreft de opmerking van de hondenbelasting. U zult begrijpen dat wij ongelooflijk blij zijn met die toezegging bij monden van de heer Breukeman. En nogmaals, een adhesiebetuiging in die richting. Wij roepen andere fracties op en daar hoeven ze geen antwoord op te geven vandaag.
evenzo beleid en denkmatig te gaan handelen ten aanzien van de hondenbelasting. Dan een vraag aan D66. Het is toch wel een vraag die ons bezighoudt. Even getwijfeld van, gaan we hem nou wel of niet stellen? Voorzitter, het is zo, binnen Nederland hebben we een stukje staatsinrichting. Het wordt vanuit Den Haag wordt het bepaald. Het regent eerst op de kerk, dan drukt het op de koster. Dat is vervolgens de provincie en die heeft richtlijnen vastgesteld om een begroting van een gemeente al dan niet goed te keuren. Onze vraag aan D66, aan de heer Rodemond, is eigenlijk heel simpel. U hebt gezegd, dat punt heeft u heel duidelijk gemaakt, u handelt vanuit een tijdelijke realiteit, vanuit een soort pauzelandschap, als heb ik het voor mezelf vertaald. Maar plaatst u zichzelf eigenlijk niet buiten de realiteit als u zegt, ik stem tegen de jaarrekening, ik stem tegen de jaarstukken, dan zou dus in principe het zo kunnen zijn, de heer Boersma heeft er ook aan gerefereerd, dan worden wij dus onder toezicht gesteld van de provincie. En ik stel u nogmaals de vraag, acht u dat wenselijk, ja of nee? Rodemond, u krijgt een vraag in een referendumvorm, constateer ik. Dat is correct en ik weet niet of het quorum is gehaald wat dat betreft. Kijk, als een vraag je bezighoudt, en een heel weekend maar liefst, dan moet je hem zeker stellen. Dus wat dat betreft is die welkom. Echter, ik denk dat ik hem al beantwoord heb, meneer Botter. Acht ik het wenselijk dat wij onder toezicht worden gesteld? Eventueel nee, dat acht ik niet. Maar wij zien ook die realiteit wel voor ons, dat we de wijze van begroten en uiteindelijk de wijze van verslaglegging daarin, dat we voor de afgelopen periode van 2 jaar daar niet mee akkoord gingen en nog niet akkoord mee gaan. En inderdaad, het is een pauzelandschap, het is een liminale fase, heb ik eens gehoord. Voorzitter. Akkoord. Dank u wel. U geeft aan, de wijze van verantwoording vindt u niet goed. Maar hoe moet het anders dan, volgens u? Nou ja, eigenlijk al wat er gebeurt is dat het beleid veel dichter op de begroting komt te staan wat ons betreft. En dat applauderen wij zeer ernstig toe. Kijk, ik heb ook eigenlijk weinig tekst besteed aan de jaarstukken. We hebben gewoon wat ons betreft hiermee ook die cyclus afgesloten. En, maar u komt inhoudelijk nergens mee. U zegt alleen maar, u bent tegen. Ja. Maar ik zie verder geen onderbouwing. Ik zie ook geen vooruitzicht van, nou, zo zou het beter moeten. U komt met een motie waarin u zegt van, nou, we moeten de maatschappijen meer mee betrekken. Daar hebben we een half jaar geleden ook over gediscussieerd. We zouden met een uitwerking komen. Dus u zegt een hele hoop, maar u komt nergens mee. En dat stoort mij. Ja, dat kunt u natuurlijk wel storend vinden. Maar ja, goed, als ik aan uw eigen betoog luister, en het zijn algemene beschouwingen, dus misschien kunt u ook hand in eigen boezem steken wat dat betreft, hoor ik een verhaal, een bijna schrikwekkend verhaal overigens, over Hardenberg, over 100 jaar dat wij op dit moment leven in een pauperparadijs. En ik hoor daar ook weinig voorstellen over hoe we dat tot een goed einde gaan brengen. Dus laten we niet op die discussie gaan. Ik bedoel, nogmaals, ik heb voor mij nu een periode van 2 jaar in deze raad afgesloten, die wat ons betreft onvoldoende was. En wat we nu zien is licht aan het einde van die tunnel. We kijken liever naar voren om gezamenlijk tot een nieuw beleid te komen, meneer Stelstra. Nou, voorzitter, ik vind dat antwoord toch wat onbevredigend. Ik wil er graag één vraag over stellen. Ja, en dan wil ik ook weer terug naar op koers.nu. 1 vraag, nog 1 antwoord. Want en dan ronden we dit onderwerp af, want het thema is uitgesproken. De stellingen zijn duidelijk. Nou, maar er is wel degelijk iets in het standpunt veranderd. Eerst werd er gezegd, vanwege de systematiek, vanwege de verschillen tussen de begroting en de jaarcijfers, gaan we niet akkoord. En nu wordt er in de beantwoording op de vragen van op koers gezegd dat de wijze waarop de jaarstukken zijn weergegeven niet voldoende is. Dat is volgens mij ook waar de heer Stelpstra bedoelde. En dan hoor ik daar graag de onderbouwing van. Ja, nog opleggen. Nou, eerlijk gezegd ben ik zelf wel redelijk klaar met het onderwerp. Ik heb gezegd wat ik heb moeten zeggen, eerlijk gezegd. Akkoord. Ik stel ook voor dat we het hierbij laten. Ik ga terug naar de heer Botter op koers.
Voorzitter, de vragen zijn in voldoende mate beantwoord. De vraag die ik feitelijk gesteld heb, daar heb ik geen antwoord op gehoord. Maar ik kan ermee leven. De heer Rodemond heeft goed zijn best gedaan om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik heb letterlijk gevraagd, plaats u zich met die beslissing niet buiten de realiteit. Daar heb ik feitelijk geen antwoord op gehad. Als hij zich geroepen voelt om daar nog een antwoord op te geven, dan daag ik hem nu uit. Dan gooi ik die handschoen in de ring en u mag hem oppakken. Wij komen nu bij de fractie van D66, tenminste als er nog vragen zijn. Dus wellicht dat de heer Rodemond dat nog mee wil. Nou, eerlijk gezegd is ieder onderwerp wel redelijk besproken wat mij betreft. De handschoen van de heer Botter laat ik eventjes liggen. Het is warm genoeg. Akkoord, dank u wel. Mag ik één vraag aan de Botter stellen naar aanleiding van zijn vragen aan de fractie van de Partij van de Arbeid? Ik hoorde net, volgens mij, naar aanleiding van de motie die je ziet op het instellen van de sociale ombudsman, vragen stellen ter zake van de 2,5 miljoen die verondersteld over zou zijn en die terug zou moeten naar het sociaal domein. Die zie ik niet in de motie, overigens. En laat ik dan heel duidelijk stellen dat dat ook niet onze opzet was van deze motie. Ik zei al in mijn inbreng, wij zien hem juist anders. De Partij van de Arbeid geeft aan, wij gaan ervan uit dat het geld niet is uitgegeven en had wel uitgegeven moeten worden. Nou, dat standpunt deden wij niet. Maar dan kun je toch komen tot eenzelfde instituut, zijn er de sociale ombudsman, omdat wij juist willen zien of er voldoende zorg gegeven is. En of dus het standpunt wat ingenomen wordt ook daadwerkelijk te verdedigen is. En dat dan graag door een onpartijdig instituut. Wat hier ook onpartijdig haar verslag kan doen, zodat de slager niet haar eigen vlees keurt, maar wij een juiste inzage krijgen in de materie. En dan kunnen we alsnog besluiten wat er vervolgens gebeurt. Maar wij willen graag de angel halen uit al die zaken waar meneer Beukeman, mevrouw Luiten graag ziet, zien wij haar wat minder graag bij ieder onderdeel hier verschijnen. Wij willen graag dat een onpartijdig iemand daar verslag van doet, zodat we hier een juist beeld krijgen van de materie waar we het over hebben. Akkoord, dank u wel. Ten slotte. Fractie van GroenLinks, zijn er nog vragen, opmerkingen? Mevrouw Van Hoek. Jazeker, ik had ze graag tussendoor gesteld, maar ik heb keurig op mijn beurt gewacht zoals het hoort. CDA-fractie maakt diverse mensen vandaag blij, en zeker als het gaat over duurzaamheid. Maar toen ik het betoog hoorde over het afvalbeheer, werd het gedootje toch ietsje minder groot toen ik hoorde wat hierover zei. Ik hoop dat de positief gematigde duurzame hart wat toch wat open is gegaan. Als het gaat over afvalbeheer en de consequenties daarvan voor toekomstige generaties, toch harder gaat kloppen weer. Ik heb een opmerking richting D66, hoeft u absoluut niet op te reageren. Dat is tweeledig. Ook wij zijn bij Pro Hardenberg geweest. En ook wij hebben daar natuurlijk gezien dat het pand verouderd is en behoefte aan in ieder geval toekomstig vernieuwing dan wel nieuwbouw. Maar ik kan de opmerking van mevrouw Hof uitermate ondersteunen om een voortgezet onderwijs IAP in te stellen, alvorens je het op een wensenkaart zet, omdat eerst de realiteitszin naar boven gehaald moet worden om te toetsen of je het wenselijk moet willen achten. Dan kom ik terug met het woord realiteitszin op het andere deel. Het niet instemmen met deze eerste bestuursrapportage, wat is zo nijpend? Of jaarrekening, sorry. Zo nijpend dat het zo schuurt met uw principiële overtuigingen dat deze realiteit niet in uw wereld voorkomt en dat u tegen zult stemmen. Ik ben daar flabbergasted over en kan vanuit mijn fractie alleen concluderen dat u inderdaad in een andere realiteit zit. Daar wou ik het bij laten. Akkoord. Dank voor uw bijdrage. De heer Boersma zie ik nog. Dan wou ik kijken of we naar een afronding kunnen komen van twee termijnen. Ik wou ook voorstellen om dan even de vergadering te schorsen, want ik zie toch wat beweging hier en daar. De heer Boersma. Nou, ik heb er even over nagedacht. Ik heb toch behoefte om te reageren op het volgende. Ik heb als laatste woorden gebruikt: de fractie van de ChristenUnie hoopt dat ons nageslacht over 100 jaar mild over ons oordeelt. Een positief oordeel omdat we ons hebben ingezet voor de bloei van onze stad en de regio. Dat we er waren voor hen die onze hulp nodig hadden, voor hen die onze gast waren en die bij ons inwoning wonen. En daar komt die. Dat Hardenberg geen pauperparadijs was, maar een plek waar het fijn wonen, werken en recreëren was. Ik ben diep gekwetst door de woorden van de heer Rodemond, dat hij daarover gezegd heeft. Waarvan akte? Ik stel voor dat we daarmee aan het einde zijn, of ik constateer dat we daarmee aan het einde zijn van de tweede termijn.
Het woord is zometeen aan het college om te reageren op de ingediende moties en amendementen en eventuele vragen die er nog zijn. Is het goed? Stel voor om de vergadering met 10 minuten, nee, tot 9 uur te schorsen, om 9 uur opnieuw te beginnen. Akkoord, akkoord, de vergadering is geschorst tot 9 uur. Aan de hand van de eerste en de tweede termijn volgt nu de reactie van het college. En ik laat graag aan het college over wie van de portefeuillehouders als eerste het woord neemt. Dank u wel, voorzitter. Ik stel voor dat ik even kort reageer op wat vragen die er zijn geweest. Om daarna de moties en amendementen die over de rekening financiële deel en mijn portefeuille gaan, zeg maar, behandelen. De CDA-fractie komt met de opmerking over 4% van de woningen die in het buitengebied, die op dit moment buiten de glasvezelaanleg zitten. Nou, ik kan daarvan zeggen dat het onze aandacht heeft. Laat ik het even zo verwoorden. De blijvenslening SVN, daar zijn we mee op de hoogte. We volgen het op de voet. En het is nog even afwachten of er andere initiatieven van andere overheden dit ook gaan ondersteunen. Want anders moet je misschien wel voor heel veel geld aan de lat. Ja, dus dat is nog even de vraag of bijvoorbeeld het Rijk daar een budget voor vrij gaat maken. Want de SVN is slechts de uitvoeringsorganisatie en die heeft geld van participerende andere overheden daarvoor nodig. Over de OZB-verhoging kom ik zo meteen op terug. Ja, het punt, en dat speelt bij meer, het 460.000 euro wat te veel is binnengekomen, even zo verwoord, vanuit de OZB. Dat ik proef een meerderheid om dat terug te geven aan de burger alleen. Het is me nog niet helemaal helder aan wie. Ik hoor niet-gebruikers, ik hoor teruggeven aan iedereen. Dus het lijkt mij, willen wij daar in de begroting op de juiste wijze op terugkomen, ja, voor 2017, dan lijkt het mij goed dat daar eenduidigheid, er is geen motie over, er is geen amendement over, dus ik zou graag eenduidigheid daarover willen hebben. Voorzitter, misschien kunnen we die duidelijkheid meteen geven, want volgens mij zijn de fracties van de ChristenUnie en CDA in ieder geval op één lijn. Ik hoor daar ook op koers bij VVD, D66, oh ja, zo hebben we het rondje bijna rond. En dat is volgens mij allemaal voor keuze 1. Ja, maar u gaf, weer op pagina 6. U gaf in uw bijdrage aan en teruggeven aan niet-woningen. Ja? Ja. En ik heb dat niet bij de anderen gehoord, als dat de meerderheid is. U zegt bij optie 1, volledige teruggave komt neer op een vlaag van 8% voor tarief voor eigenaren niet-woningen. En 5,4% voor gebruikers niet-woningen. Allebei niet-woningen. En dat is voor iedereen, dat is helder voor iedereen? Ja, oké. Dan hebben we dat. Ja, de centrumplannen, daar komt de burgemeester op terug. Dan ga ik eventjes verder. Ja, er zijn door de ChristenUnie wat vragen gesteld over de frequentie van de financiële rapportage. Ten eerste als er grote afwijkingen opeens zich voordoen, dat daar de raad sneller over geïnformeerd wil worden. En een tweede is, we willen per kwartaal graag gerapporteerd worden. Nou, dat zou ik toch willen afraden. We hebben nu een PNC-cyclus van 2 keer per jaar. En wat wij zien, en dat zie ik met name ook van dat deel van mijn portefeuille, dat zijn de WMO-voorzieningen, dat het soms wel tot mei duurt voordat je bijvoorbeeld de facturen krijgt van zorginstellingen. Dus die hebben vaak een heel lang na-eil-effect. En je zou denken, en dat de heer Gelling gaf dat ook aan, je zou denken van je hebt toch een financieel systeem, je drukt op de knop en de gegevens rollen eruit. Nou, daarvan zijn we in zorguitvoerend Nederland, dus van die situatie zijn we nog wel een heel eind weg. Dus ik zou ervoor willen pleiten om niet ongelooflijk veel geld en tijd kwijt te raken aan 4 keer per jaar rapporteren, dat we ons uiterste best doen om 2 keer per jaar gewoon heel goed te rapporteren. Daar zou ik voor willen pleiten om toch in de PNC-cyclus te willen blijven. Meneer Stelpstra heeft een opmerking of een vraag. Ja, ik begrijp uw opmerking vanuit uw positie wel. Het is alleen zo dat de accountant de aanbeveling doet om periodiek managementinformatie te geven over de financiële prestaties binnen het sociaal domein, gezien de omvang van de transitie. Ja, dat is niet een aanbeveling die ik zo met de zijde wil schuiven. Daarnaast geeft hij aan, ik heb hem ook gevraagd, welke
tijdspannen denkt u aan te zijn, één keer per kwartaal. Ik vind het prima om dat 2 keer per jaar te doen, maar gaat u dan ook dat inzicht geven? Zo is er ook toegezegd een monitor te komen. Die hebben wij ook nog niet gezien. Dus we zijn wel op zoek naar een toezegging van het college om daar wat meer inzicht en duidelijkheid over te geven. Kijk, we hebben een hele discussie gehad over de betrouwbaarheid van de eerste en de tweede BRAP. Ja, die discussie is er geweest. En collega Jansen heeft daar vorige keer ook het nodig over gezegd. Wij hebben op dit moment alle hands aan dek om die rapportages van een voldoende niveau te laten zijn. Ja, en de accountant die kan wel van alles adviseren. Dat is mooi. Maar het is een advies. En het is aan u om daar iets van te vinden. En elk advies van de accountant zijn wij niet verplicht om op te volgen. Want er is aan geen enkele wettelijke regel is dat getoetst. U vindt het dus een slecht advies? Ik vind het een advies waarvan ik op dit moment zeg, in de fase waarin we verkeren op dit moment, zeg ik, ik zou dat advies niet willen opvolgen. En laten we de situatie op de voet volgen. En dus kan best een moment komen dat we zeggen, we hebben de zaak zo voor elkaar, ja, dat we veel makkelijker dan tot nu toe die rapportages kunnen geven. Dus ik zou maar nu hoe kunnen wij de situatie op de voet volgen als wij geen informatie krijgen? Nou, op de voet. Als 4 keer, maar straks krijgen we eisen van elke maand willen we het overzicht van de kernbedrijven. Ik snap waar u nu toe gaat, maar dit is een beetje wat flauwe discussie. Mooi dat u dat ook vindt. Wat zegt u? Mooi dat u dat ook vindt. Ja, ik vind het flauw dat u naar die termijn van de maand gaat. Want wij zitten hier om kaders te stellen en te controleren. Ja. En vanuit die controlerende functie geeft de accountant aan, het is goed als de raad inzicht heeft in de financiële prestaties van het sociaal domein. En onze vraag is, kunt u dat geven en zou u dat periodiek willen doen? En of dat nou 2 termijnen is per jaar of 4 termijnen? Ja. Nee. Mijn betoog is, als wij heel gemakkelijk, betrouwbaar 4 keer per jaar die managementinformatie zouden kunnen geven over het sociaal domein, dan zouden we dat zeker doen. Maar op dit moment is de situatie, met name ook bij zorgaanbieders die met hun financiële systemen moeten zorgen dat zij tijdig factureren enzovoort enzovoort, en ook gegevens vanuit andere databases die andere partijen beheren. Ja, dat op dit moment zien we gewoon dat dat ongelooflijk naheilt. En we hebben zelfs de situatie gehad in 2015, dat wij dachten dat, met name op waar ik verantwoordelijk ben, op voorzieningen, dat we nog veel forser in de plus zouden lopen. Ja, en dat was een situatie in mei, dan dat wij nu zien. En dat kwam omdat er heel veel informatie over PGB's, heel veel informatie over facturen. Een grote zorgaanbieder hier heeft in juni, juli pas zijn eerste factuur gestuurd. Maar hij heeft dus ook de aanvragen van mensen die 75 euro tegemoetkomen, ja, want dat loopt via de zorgaanbieder, die kwamen dus ook heel erg laat bij ons binnen. Dus toen ik in maart, april informatie ging halen, hoeveel mensen maken nu gebruik van die bijdrage, toen kwamen er percentages uit. Toen dacht ik van, god, is de informatie wel goed geweest vanuit onze kant dat we die tegemoet komen geven. Dat wordt, ja, op dit moment is het niet zo dat er elke maand keurig alles gefactureerd wordt. Er zijn een serie die dat wel doen. Dus als u betrouwbare informatie wil, dan zult u nog even geduld moeten hebben voordat we op het niveau zijn dat we per kwartaal kunnen rapporteren. Mevrouw op dit Hansen. Moment zal dat een hele hoop werk betekenen. En de waarde van de informatie die u dan krijgt, is, vinden wij, van onvoldoende niveau. Mevrouw Hansen heeft een vraag. Ik denk dat de managementinformatie minder uitgebreid en minder ingewikkeld hoeft te zijn dan een BRAP of een jaarstuk. En u geeft eigenlijk zelf het hele goede voorbeeld. In maart heeft u die en die verwachting. U kunt zelfs aangeven welke grote zorgverleners nog niet gefactureerd hebben. Dan kunt u actief informatie op gaan halen, eventueel. Of wij kunnen als raad vragen, ga die informatie ophalen. En we hebben gewoon over een kwartaal weer een vervolg. Dus zo ingewikkeld hoeft u het niet te maken. En dat is uw opvang. Dan, voorzitter, als ik mag vragen aan mevrouw Hansen, wat wilt u dan met zijn overzicht doen? Ik denk dat je op die manier veel meer inzicht krijgt in wat de stand van zaken is en wat je kunt verwachten. En dat je ook als raad op de tijd kunt gaan sturen op het moment dat er enorme overschrijdingen dreigen. Of dat je onderzoek kunt uitvoeren van wat is er aan de hand, waarom gebeurt dat. Nu is het gewoon, dit is als, de stand van zaken. Als we maar vaststellen dat die informatie niet betrouwbaar is, dan kun je er als fractie van D66 of andere fractie in de raad, dan kun je er dus wel een actie op gaan ondernemen.
Maar dan denk ik van, is dat nu onze rol? Dan is de actievraag van, ga de informatie ophalen. Dat is de actievraag. Het is niet meteen beleidswijziging. Het is gewoon, jongens, er wordt op dit moment niet gefactureerd. Ga vragen wanneer je de facturatie kunt verwachten. Ja, maar dat vind ik bedrijfsvoering. Meneer Stelpstra? Ja goed, de discussie is denk ik van, kan je het leveren of wil je het leveren? Dat is niet de discussie, voorzitter. Ik vind dat u dan een verkeerde interpretatie maakt. Ik bedoel, willen is het punt niet. Er hangt ook een prijskaartje aan, dat moeten we wel even aangeven. Maar, en we kunnen ook informatie leveren, alleen de betrouwbaarheid van de informatie is gewoon is niet goed. Op dit moment met de kennis van vandaag. En ik kan me heel goed voorstellen dat u volgend jaar dezelfde vraag stelt. Want ik hoop dat we dan die slagen hebben gemaakt. En ik hoop dat, dan, dat wij dan kunnen zeggen van nou, we zijn op een niveau, onze financiële rapportagesystemen zijn dusdanig ingericht. Maar ook de hele setting is dusdanig dat wij u 4 keer per jaar zeer betrouwbare informatie kunnen geven. Een paar keer 2 keer wat uitgebreid in een eerste en tweede beheerapp. En 2 keer wat globaler. Dat zou kunnen, want natuurlijk bent u ook eens dat het niet altijd 100% betrouwbaar hoeft te zijn. Maar u heeft informatie en u wil daar dan ook iets mee. En dat kan niet zo zijn dat we dan dat er opeens een bedrijfsvoeringsopdracht uitrolt. Dat lijkt mij niet uw rol. Ja? Nee, het is ook niet de rol om die bedrijfsvoering over te gaan nemen of daarop te gaan sturen. Maar zou ik zeggen, het punt was dat we inzicht krijgen in de financiële prestaties op dat domein, aangezien de transities aardig zijn. Nou, u geeft aan, u kan het nu niet, op dit moment niet. Dus wij niet gaan, afdoende. Niet afdoende. Dus we gaan het bij de volgende bestuursrapportage opnieuw inbrengen. Ja. Dank u wel. Dat lijkt me heel goed. Voor wat betreft grote afwijkingen. Daar zouden we misschien wat verder in kunnen gaan. Dat als er significante afwijkingen zijn, dat we u daarvan op de hoogte brengen. Net als wat we nu al gedaan hebben, alhoewel de meicirculaire er niet in verwerkt is, maar wij wel al even de effecten van de meicirculaire hebben meegegeven. Ja. Goed. De ChristenUnie heeft eerder een punt gemaakt van de omgevingswet en de omgevingsvisie en heeft gevraagd daar in de begroting behoorlijke middelen voor op te nemen. Nou, daar hebben wij in 2017 2,5 ton en voor 2018 en verder nog niks. Waarom niet? Omdat de discussie rondom de hele omgevingswet en omgevingsvisie en betrokkenheid en de hele organisatie en plan van aanpak, dat zit nu juist in dat eerste jaar. Dus ik moet er met een slag naar slaan. We hebben wel ergens een opmerking gemaakt. Gaat u er maar vanuit dat het toch alweer in 2018, dat het toch alweer die 150.000 euro is. Ja, en gisteravond was er een bijeenkomst vanuit het ministerie bij de provincie over omgevingswet, omgevingsvisie en wat komt er op je af? En als ik dan gewoon een inventarisatie rondje zie van de verschillende gemeenten, dan varieert het van 40.000 per jaar tot 200.000 per jaar. Maar ik zeg u toe dat we de komende maanden met het plan van aanpak gaan en dat we bij de begroting toch komen voor de komende jaren om daar de bedragen nader dan tot nu toe te duiden. Kort reactie, voorzitter, mag ik? Deze ronde is ook kaderstellend voor de begroting. Als je nu je kaders instelt, dan moet je straks in november niet meer met iets komen. Dat is een beetje onze lijn. Ja. We hebben het nu aangegeven. Wij komen er in november terug. U hebt toegezegd dat u op terugkomt. Dus we weten we elkaar te vinden. Prima. De aanbesteding, volgens mij is daar in de oriënteerder voldoende over gezegd. En ik hoor de ChristenUnie zeggen, bij de rekening over 2017, die vastgesteld wordt in 2018, vragen we toch van het college, dat wij ook daar een goedkeuring voor krijgen. Dan hebben we elkaar, als dat zo is, hebben we elkaar goed begrepen. Ik wil het even toelichten. Als we nu zouden zeggen, het moet nog in 2016, dat zouden we in ons hart misschien wel willen, maar we zijn dat halverwege. Er zijn misschien nog afspraken gemaakt waardoor we er nu niet aan kunnen voldoen. En dan zeggen we wel, ook het volgende boekjaar moet u wel uw uiterste best doen om dit wel te bereiken. Ja. Detail en structuurvisie komt het portefeuille erop terug. Ja, de OZB-teruggave hebben we het over gehad. En hoe gaat dat dan? Ja, dat was nog de vraag. Mag ik daar toch een vraag over stellen? Want het bleef een beetje hangen. De heer Breukelman heeft even geïnventariseerd. Dus zegt ook, dat is duidelijk. Maar betekent dat dat u dat uit gaat voeren, op die optie 1? Dat is me niet helemaal. Ja, dat ziet u in de begroting 2017 terug.
En dat zal u zien in een tariefsaanpassing. En daar hoort een stuk communicatie naar de burgers bij. En dat kan een brief zijn, maar kunnen ook andere vormen van communicatie zijn. Ja? Goed. Ja, de overschrijding in de jeugdzorg, waar de heer Gelling een opmerking over maakt. Ja, de rekening is vastgesteld, dus alles wat er nog volgt, dat zal verwerkt worden in de rekening 2016. Ja. Mag ik daar een vraag stellen? Dat begrijp ik niet helemaal. Want die verevening heeft toch, die CITO 2015, die neemt u toch mee dan, want anders hadden we net een goede jaarrekening kunnen vaststellen. Als u dat na 2016 over heeft, want dan zit u hier een hele poos. Meneer Roland, het leven zuur te maken ten zake van het niet hebben van een accountverklaring, terwijl dat gewoon helemaal niet speelt. Nee, maar dan interpreteer ik anders uw vraag. U geeft aan, er is een overschrijding en er zit ook een verevening in. En als die overschrijding, dat wordt aangegeven, is misschien wel 900.000, misschien is het nog wel meer, geeft u aan. Hoe gaat u dat doen? Dat was uw vraag. Nou, we sluiten de boeken af op datgene wat we nu weten. En de rest wordt op basis van de afspraken die we gemaakt hebben voor 2015 met de partijen in de regio in 2016 in de rekening verwerkt. Die begrijp ik, maar dan kom ik even terug op het raadsvoorstel. En daar staan gewoon bedragen in genoemd op basis van de huidige cijfers zonder de verheffing 2015. En mijn vraag is eigenlijk heel praktisch. Stel nou voor dat, maar ik kon het al wat veel geringere bedragen, dat zou mooi zijn. Maar alles wat er vanaf moet, moet toch van 2015 af. Nou, anders had de accountant goed kunnen zeggen van nou, dat nemen we mee naar volgend jaar. Ja, maar de accountant kijkt niet alleen of de getallen kloppen, maar kijkt ook of het op de juiste wijze is gebeurd en of het op de juiste wijze is geadministreerd. Maar ik begrijp dus goed dat de verevening over 2015 jeugdzorg wordt verantwoord in de jaarrekening 2016. Dat deel wat nog niet verwerkt is. Kan ik mij niet voorstellen. Oké, dan komt het in de beraad terug. Voorzitter, als ik even mag reageren. Ik heb begrepen van de heer Gelling dat hij ook een accountantsverklaring heeft bij zijn onderneming. Hij zal toch ook te maken hebben met kosten in zijn jaarrekening, met baten en lasten voorgaand boekjaar. En dan kijkt de accountant ook naar hoe dat ontstaan is. En hij zal ook inschattingen maken van balansposten, wat er nog uit kan vloeien. En die inschatting, die zal de accountant ook controleren. En de werkelijkheid, het jaar later, is altijd anders. En die verschillen worden in dat boekjaar geboekt. Dat is helemaal niet vreemd, zowel niet bedrijfsmatig als ook niet voor de gemeente. Helemaal met je eens. Alleen, dan zou het betekenen dat er een voorlopige inschatting wordt gemaakt van de verevening 2015. Dat die wordt meegenomen in de jaarrekening 2015. En dat er een overlooppost komt voor de eventuele verschillen. Precies, en dat kan een verschil zijn, positief en negatief. Omdat de naar beste kunnen en beste wetenschap op 31 december zeg maar, de boeken worden gesloten. Maar dan even definitief dan. Dan wordt er dus nu geen bedrag toegekend aan de verevening die er wel boven hangt. Dan wordt het hele bedrag van de verevening meegenomen in de jaarrekening 2016. Ik heb even over mijn schouder meegekeken. Wij zorgen dat u daar even schriftelijk snel een reactie op krijgt. Ja? Als het tenminste niet van invloed is op de besluitvorming voor u. Nee hoor, nee. Het was gewoon een vraag. Nee, maar dat is een terechte vraag. Maar goed, dat zal ik de volgende keer aan de account vragen. Waarom niet dan, als dit zo is, niet gewoon zegt van joh, ik verklaar wel en we zien het wel wat er verder van komt. Ik lees juist dat hij het heeft over productieverklaringen enzovoort, dat hij daar wel wat werk van maakte. En ik hoop niet dat het al te veel kost dat hij nu met stoom en vliegend water nog probeert om de accountsverklaring mee te geven aan de provincie. Want dat zou zonde van geld zijn dan. Voorzitter, als u het niet erg vindt, ga ik verder met stoom en kokend water. Het vliegend water, ja, als je net gevlogen hebt, kan dat. Goed, de Partij van de Arbeid verder geen vragen in mijn richting op koerspunt. Nu niet D66, jammer dat er die instemming is, maar er is voldoende over gezegd. Dan ga ik naar de moties en amendementen en dan begin ik met het amendement van de CDA-fractie. Die is genummerd A1, amendement 1. Voorzitter. Meneer Breukelman wilde wat over zeggen. Nou, niet zozeer over de motie amendement, maar ik had nog gedacht dat deze wethouder in zou gaan op onze wens om de laatste tranche in de verhoging van de OZB te schrappen. Daar had ik nog een reactie op gepakt. Ja, daar komt zo nog even een reactie motie, op. Ik heb de motie nog niet ingediend. Dat klopt, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou. Goed. U signaleert een paar dingen voor, ja, wat mogelijk zijn. Ik zou u willen vragen
om daar nog niet te hard op voor te signaleren. Laten we eerst afwachten wat de zaken zijn die zich nog aandienen. U heeft een meicirculaire gehad, daar ziet u een wat neerwaartse beweging in. Ja, we hebben nog een verhaal over onderwijshuisvesting, plantkosten. De transformatie, er hangt niet boven de markt vanuit het maatschappelijk domein. We hebben het over centrumontwikkeling gehad, waar u nu ook zelf allerlei zaken aanhaalt. En we hebben nog een discussie over een nieuwbouw ziekenhuis met alles erop en eraan. Dus spaart u hem even op. Voorzitter, misschien mag ik de vraag iets anders stellen. Bent u bereid om bij de begroting ook een berekening mee te nemen waarin de laatste verhoging in de OZB geschrapt is? Wilt u dat daar feitelijk weergeven? Als dat zo is, kan ik het amendement namelijk laten liggen, want dan zien we bij de begroting wel of we wel of niet akkoord gaan. Als u dat niet van plan bent, dien ik de motie alsnog in en dan... Ja, maar u krijgt van ons straks een begroting. Daar staat in hoe we over zaken denken. Als u vindt dat, en wij hebben die laatste verhoging wel mooi meegenomen, en u vindt dat op basis van datgene wat daar staat, dat dat niet zo zou moeten zijn, hebt u uw handen volledig vrij. Ja, waarom zouden wij nu allerlei berekeningen moeten gaan maken terwijl u aan zet bent hier? Ja, uw positie is volstrekt helder. U wil het liefst dat deels of helemaal die extra verhoging niet wordt doorgezet. En wij zeggen, wees er even voorzichtig mee. Laten we eventjes kijken of we onze dingen kunnen doen. Of u uw dingen kunt doen, want daar gaat het in feite om. En dan rolt daar een resultaat uit. Het is aan u op dat moment in november om te bepalen of u middels een amendement wel of niet het met het collegeakkoord. En misschien wil u wel bepaalde zaken gewoon schrappen. Maar dat, ik heb hier vanavond. Dat lijkt mij overigens ook heel verstandig. Dat klopt. En dat staat ook in het dictum van de motie. Namelijk dat we bij de begroting de definitieve keuze willen maken. Want het zou wel prettig zijn als het college dan wat voorwerk heeft gedaan in het doorrekenen van de cijfers. Ja, maar voorzitter. U zou ook nog een schriftelijke vraag kunnen stellen naar die doorberekening rond die periode. Dat zou zeker kunnen. Daar kan iedereen die dat kan zeker. Zien. En daarom ben ik ook niet in eerste plaats voorstander van de motie in te dienen. Daarom heb ik hem ook niet ingediend. maar dan hoor ik wel graag daar een antwoord op die vraag op. Als we dat nu af kunnen dealen, is het klaar. Als het niet zo is, moeten we nog eens een keer overwegen. Ja, u wil een antwoord van het college waar u wat aan heeft. Ja? Tenminste, dat lijkt me wel te doen gebruikelijk. Ja? En wat ik juist beantwoord, u bent volledig aan zet. En dan kunnen we rekensommetjes maken. U ziet straks een meerjarenperspectief en er staat iets onder de streep. Ja, en als we daar staat iets onder de streep in het scenario, als we zeggen we nemen wel die stap van die laatste verhoging of we nemen hem niet. Dat zullen we kenbaar maken. En dan is het aan u om te kijken of u het daar mee eens bent. Ja, ik bedoel, zo zit hier het ritme in deze zaal in elkaar. En ja, ik vind die motie... Ik vind het leuk dat u het signaal geeft en die zullen we ons ook ter harte nemen, dat signaal. Maar dat signaal was ons wel heel goed bekend. Als u het signaal ter harte neemt, dan is mijn vraag, zijn al mijn vragen beantwoord. Mooi. We hadden het zo snel afgenomen. Dan gaan we snel verder. Dan hebben we amendement 1. Ja, en dat gaat over de tekst. Ja, in plaats van in te stemmen, kennis te nemen van. Kijk, we maken niet voor niks een kadernota. En we proberen juist in die kadernota richtinggevende uitspraken van u te hebben. Ja? We hebben daar onze doelstellingen in aangegeven. En zoveel mogelijk zijn dat ook uw doelstellingen. Ja? En als u zegt van nou, dat willen we niet, dan moet u vanavond uw punt maken. Dan moet u zeggen op dat punt, dat willen we niet, dat willen we zeker niet terugzien in de begroting. Ja? Blijft onverlet dat u altijd bij de begroting... kunt ingrijpen en zeggen, ja, we hebben er toen misschien geen punt van gemaakt, maar we zien nu andere dingen komen, we moeten nu keuzes maken, dus we schuiven die toch even van de lijst. Ja, want daar vind ik toch wel een beetje de schoen. Ik had er wat vragen over het amendement, maar wat ik wel aardig vind erin is dat u daar gelijk in heeft, maar dat ik dan toch wel graag over cijfers zou willen beschikken die ook dan op ieder moment een accuraat beeld geven. En wat hier nu dreigt te gaan gebeuren, dat is wat wij al vaak hebben geconstateerd, dat u uitgaande van het beeld dat u schetst alvast maar wat dingen neerlegt, die dan ook in het enthousiasme mee worden genomen. En dan blijkt er achteraf wellicht wat anders te liggen. Maar dan staat het er maar wel mooi. Dus ik denk dat juist vanuit die gedachte, de tekst zoals die hier nu staat, is van nou oké, we nemen er kennis van. Het is ook niet onaardig, het is niet onsympathiek. We staan er wel willen tegenover. Maar we willen wel graag even op basis van een tweede bestuursrapportage, die dan betrouwbare informatie geeft, op dat moment nog eens een keer het hele lijstje daarmee in te stemmen. Dan. Ja, maar als dat om taal gaat, dan zou ik het als volgt willen formuleren. U mag van het college verwachten dat datgene wat hier geen discussie heeft opgeroepen en waar geen meerderheid tegen is, dat u dat terugvindt in de begroting.
of er moet wezenlijk iets veranderd zijn. Dat kan. Ja, als vindt u dat, gewoon terug in de begroting. Ja? En dan, als u dan opnieuw een discussie wilt voeren vanwege veranderde inzichten, dan is dat aan u. Daarvoor bent u hier de politiek. Ja? Ja. Maar als we zeggen, als je het woord in te stemmen, en dan moet je misschien in te stemmen op dit moment, hè, dat bedoelen we eigenlijk. Maar als het geen enkele draagvlak heeft vanavond, ja, dan zitten we hier de verkeerde dingen te doen. Zo'n kadernota is juist bedoeld voor de richting. Meneer Breuk, voorzitter, misschien moeten we toch even helder stellen hoe we in de wedstrijd zitten qua die kaderstelling. Wij vinden het goed om tijdens die eerste bestuursrapportage ook kaders mee te geven aan het college, zodat u tijdens de begroting daar beter op in kunt spelen. En dat is ook wat we vanavond, volgens mij breed in deze raad, gedaan hebben. Alleen, u weet zelf ook heel goed dat cijfers nogal kunnen veranderen hier op korte termijn. En als we dan nu instemmen met, dan leggen we ons vast voor zaken waar we misschien over een aantal maanden zeggen, nou hadden we dat maar niet gedaan. He? Er staat bijvoorbeeld en dan zegt u over een aantal maanden met de begrotingsdiscussie, zegt u, we hebben dat toen met de informatie die we toen hadden, hebben we dit besloten. Maar we hebben inmiddels andere informatie en we besluiten tot iets anders. Ja, daarom snap ik dat niet, is de vrijheid die u heeft. Daarom snap ik ook niet waarom u tegen het amendement bent, want dat is de strekking van het amendement. En stel u nou voor, dat als inderdaad zo is, dat die meicirculaire, zoals het college betoogd heeft, buitengewoon negatief is. En dat het ook uit die septembercirculaire zou komen. Wij verwachten van niet, maar stel dat het geval is, dan moet je misschien die ton waarvan wij zeggen akkoord voor economie, hè, was een goed en positief half van het college, dan moet je dat misschien wel heroverwegen. Ja. Ja. En daarom ligt het amendement hier. Klopt. Volgens mij zijn we dat de inhoud wel eens wat dat betreft. Meneer Boersma? Mag ik één vraag stellen aan de Breuk? Maar als ik kijk in de begeleidende brief, dan staat onder de staatje de definitieve besluitvorming over de daadwerkelijk beschikbaar stellen van deze verdrag vindt plaats in de begroting 2017. Dan, dat ja, vraagt, dat en die, toch? En die laten wij ook graag staan bij het kopje in te stemmen met. Maar die bovenste zin niet. Volgens mij. U vindt die onderste zin niet genoeg? Eventjes. Nee, dat klopt. Okay. Hey, het is voor het eerst dat we dit op deze manier doen. Hè. Dit is, voorgaande jaren hebben we niet op deze manier de stukken behandeld. Maar u geeft u zelf, volgens mij, te weinig positie. Ja? En dat is denk ik. Maar goed, volgens mij zijn we het eens. Dus volgens mij is dit overbodig. Dat amendement. Goed, wij gaan verder. Dat is, die hebben ze niet ingediend. Ik moet ook alles in de gaten houden hier. Die doet er mee. Ja. Nou, de motie 3 van de fractie van D66. Voorzitter, mag ik mevrouw Luiten bedanken voor de beantwoording. Want ze heeft volgens mij het antwoord gegeven. Ja? Ze heeft een aardig antwoord gegeven over draagvlak. Ja? Want als je uitgaat van draagvlak voor, laten we windmolens noemen. Ja, daar in de directe omgeving enzovoort. Maar u zit hier ook, u heeft een bepaald mandaat van de kiezer gekregen. Ja? Verder ziet u bij alle voorstellen die langskomen, als het over het ruimtelijk domein gaat, ziet u altijd dat er inspraak mogelijk is geweest. Ziet u dat mensen zienswijzers hebben kunnen indienen, is dan niet altijd sprake van nieuw beleid, maar wel iets wat impact heeft in de samenleving, in de omgeving van mensen. Dus volgens mij is dit niks nieuws. Wat we missen, en dat heb ik ook toegezegd in de eerdere fase, we moeten nog wel eens goed kijken van wat is nou een nieuw instrument. Op welke wijze zouden we misschien nog wel beter dan tot nu toe, want misschien komt de sleet wel een beetje in onze inloopbijeenkomsten enzovoort. Daar we eens goed gaan kijken naar wat andere vormen. Dat heb ik al eerder toegezegd en dat proberen we ook met een voorstel in die richting. Meneer Rodemond. Ja, nee, mijn klokje gaat alweer uit. Ik ben nu alweer blij met de beantwoording van de heer Prins. Dank u wel. Nou, mensen zijn op het ogenblik snel blij. Wij gaan verder met, even kijken. Nee, ik heb ze gehad, de rest is van mijn collega's. Dan weet ik niet wie er nu aan de beurt is. Burgemeester Snijders. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik mensen hier ook blij kan maken. Dat is altijd afwachten weer. Gezien de onderwerpen. Er zijn een aantal onderwerpen die mijn portefeuille benaderen. Dat gaat over toerisme en recreatie. Bevaarbaarheid van de Vecht zag ik voorbij komen. En nu heb ik de amendementen. De aantekeningen erbij pakken. En iets over het ziekenhuis wil ik nog zeggen. Om met het laatste maar te beginnen. De VVD is daarop ingegaan, zorg en ziekenhuis, maatschappelijk belang van het ziekenhuis in deze regio.
Nou, dat onderkent dit college ook net als uw raad. Daarbij wel ook de verantwoordelijkheid laten waar die hoort. Maar om dat te benadrukken en te bewerkstelligen, gaat er binnenkort een intentieovereenkomst getekend worden tussen het college van BMW en de raad van bestuur van het ziekenhuis. Om ook naar buiten toe te laten zien, het is ons menens. We gaan op een aantal onderdelen samenwerken, samen optrekken om die realisatie van dat nieuwe ziekenhuis ook daadwerkelijk en met spoed zeg maar, van de grond te krijgen. Dus op die manier proberen we dat ook niet alleen in daden te doen, maar ook vooral te laten zien dat we dat gezamenlijk gaan doen. Meneer Rodemond. Dank u wel. Komt dat ziekenhuis dan ook op termijn dan op het lijstje van nieuwe nieuw beleid of iets dergelijks? Omdat ik dat nu als lijkt. Dat is afhankelijk. Dat is afhankelijk inderdaad van wat we na de intentieovereenkomst doen, wat er nodig is. Zo nodig zullen we ook met voorstellen in uw richting komen daar waar dat moet gebeuren. Maar daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis zelf. Laten we dat ook heel helder in zijn. Maar we moeten kijken hoe we dat kunnen faciliteren. Ten aanzien van de economieonderdeel. Zijn door het CDA en de ChristenUnie opmerkingen gemaakt over onder andere de zorg voor de retail, om het zo maar te zeggen. En de leegstand, winkelbestand zeg maar, in onze gemeente. Niet alleen in de grootste kernen, maar natuurlijk ook in de andere kernen. Daar heeft uw raad ook eerder over gesproken. En dat is ook de reden geweest, en dat is ook een van de actiepunten uit het actieprogramma geweest, om een detailhandelsstructuurvisie te gaan beginnen. En er waren vragen over van hoe gaat dat nu verder. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan die detailhandelsstructuurvisie. U heeft daar een raadsinformatiebijeenkomst gehad in mei, volgens mij, van het afgelopen jaar. En de planning is om in het najaar, oktober, november, om dan met de detailhandelsstructuurvisie naar uw raad te komen. Er wordt op dit moment in die zin hard aan gewerkt dat er ook een kopgroep is, waarin ook ondernemers uit het centrum van Hardenberg bij aangeschoven zitten, winkeliers, die meedenken, meekijken naar de stukken die nu worden verzameld, de informatie die wordt verzameld. En ik heb al eerder gezegd, ook in die raadsinformatiebijeenkomst, dat is ook best wel een spannend proces wat we tegemoet gaan. En dat zal vooral na het zomerreces gaan beginnen, want er gaan keuzes gemaakt worden. Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe groot is het gebied? Hoe klein wordt het gebied? Wie valt daar binnen, wie valt daar buiten en wat voor effect heeft dat dan vervolgens? Dus planning is oktober, november om dat af te ronden. En dan komt het ook naar u toe. En in de tussentijd wordt u onder andere op de hoogte gehouden, ook via de digitale nieuwsbrief die daar omtrent dit project de lucht in gaat. Het is goed om te melden, overigens, dat er per 1 juli aanstaande, dat is volgens mij al heel snel, er een centrummanager is aangesteld die ook heel concreet opnieuw aan de slag gaat om vraag en aanbod in dat centrum hier in Hardenberg bij elkaar te brengen. Om te kijken wat er nodig is en hoe we eventueel daarin kunnen schuiven met elkaar. Korte vraag, voorzitter. Worden in dat, ook richting die structuurvisie, ook wat onorthodoxe maatregelen besproken? Of zouden we daar eens een keer apart met elkaar voor moeten zitten? Ik denk dat deze tijd vraagt inderdaad om maatregelen die niet standaard zijn, maar hele nieuwe concepten, visies. Als u daar suggesties over hebt, van harte welkom om die kenbaar te maken. Het bureau wat ermee bezig is, samen overigens met de betrokken partijen, zit ook in die stand om te kijken naar nieuwe initiatieven, nieuwe concepten, zeg maar. Want dat is, zoals ik net al zei, heel hard nodig. Tot zover de economie, detailhandelsstructuurvisie. Er was nog een vraag gesteld, ook door de CDA-fractie, dacht ik, over recreatie en toerisme. U gaf aan eerst die evaluatie te willen, alvorens daar verder stappen in te willen zetten. Nou, dat is ook de koers eigenlijk van het college. Die evaluaties zijn opgevraagd bij de betrokken instanties. En die worden nu ook klaargemaakt, zeg maar. Die zullen ook direct na het zomerreces aan de raad worden aangeboden. Waarbij ik er wel bij zeg dat ik wel hoop dat u de sector ook wel een perspectief wilt geven na 2016. In de zin van een bijdrage in de overweging te nemen. Want daar vinden wel een aantal voorbereidingen plaats op dit moment. Ja, een korte reactie, voorzitter. Natuurlijk willen we dat in overweging nemen. Alleen wat voor ons gewoon heel erg van belang is geweest, toch ook wel een aantal teleurstellende punten uit de subsidie van 3 keer een ton. En daar willen we gewoon graag goed op evalueren om te zorgen dat die teleurstelling niet
voortduurt in de toekomst. Akkoord. Dan, zoals gezegd, dat komt naar u toe, direct na het zomerreces, die evaluatie. Dus dat is ook een mooi moment om dan eens te kijken van wat is er gebeurd, wat is er gedaan. En dan ook het perspectief te kijken van hoe gaan we verder. Daarbij wil ik wel opmerken ook dat, want ook Koerspunt nu had ook ferme taal omtrent deze sector. Meer dan maximale inspanning, afstemming in de sector, scherper neerzetten, strakker neerzetten. Ja, wij als gemeente zijn niet de recreatiesector zelf, zeg ik daar ook bij. Het is een sector die ook heel verdeeld en wisselend opereert en acteert. En we hebben een aantal voorlopers die graag samen op willen trekken in die agenda die ligt. Dat is een hele mooie agenda. Vechtdalkompas, ik heb dat eerder gezegd. Daar ligt nu de agenda overeen van de provincie Overijssel. Gasvrij Overijssel heet die. Daarin is vorige week bekend geworden dat er 40 miljoen te besteden is in die sector. Waar ook een bijdrage van de gemeente wordt gevraagd om daarin mee te doen. Die inhoudelijke agenda die ligt er, die is goed. Die is toekomstbestendig, innovatief. Daar willen we graag bij aanhaken, maar we hebben ook wel de partijen in de gemeente nodig. En niet een enkeling, zeg ik erbij, maar velen om die agenda ook verder vorm en inhoud te geven. En ik zeg u bij, dat is een hele klus. Alle hens aan dek wat dat betreft. En aan de gemeente, zeg ik erbij, zal het niet liggen. Dan de structuurvisie. Ik heb het begrepen, overigens krijg ik net informatie, laatste informatie nog door, dat er een raadsinformatiebijeenkomst op 20 september zal zijn rondom die structuurvisie. Waarin ook gepraat kan worden over die innovatieve voorstellen, zeg maar, die er zouden kunnen komen en kunnen zijn. Dus u wordt daar volop in meegenomen. Voorzitter, volgens mij de update. Ja, de update tenslotte nog op Koerspunt nu, de update bevaarbaar maken van de Vecht. Ook een thema wat hier speelt. In het kader van ruimte voor de Vecht worden een aantal maatregelen genomen. Die zijn ook al genomen. Er moeten nog 2 sluizen worden gebouwd tussen Ommen en Hardenberg. En dan kan het water rijkelijk vloeien via die sluizen met een boot erin, zeg ik dan maar. Dat is voorzien in het komend jaar, volgens mij, 2017 zal dat zijn. Dan kan er gevaar worden op de Vecht, maar er ligt een wens om ook zeg maar verder dan Hardenberg op te kunnen stomen richting Duitsland. Dat betekent dat er ook nog een knelpunt ligt in de brug in de Voorstraat, wat ik heb begrepen. Daar moet ook nog naar worden gekeken. Nou, dat is nu nog niet ergens belegd. Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest met Kamerleden, waar ook de provincie bij aanwezig was, om nog eens aandacht te vragen voor het vraagstuk van het bevaarbaar maken van de Vecht. Dus het heeft volop aandacht. Een aantal maatregelen ligt in de uitvoering. En in wat verder weg, stip op de horizon, moet er nog wat gebeuren. Maar dat maakt ook onderdeel uit van het lobbytraject richting de provincie Overijssel. Voorzitter, dank aan de portefeuillehouder voor de uitgebreide beantwoording. Ik doel hierop, ik wil het kort vertellen, het stond in de Stentor vorige week of anderhalf week terug, dat vanuit de provincie nu anders aangekeken wordt ten aanzien van de hoeveelheid boten die daar in Hardenbergse optiek zouden moeten varen. En de vraag is, staat dat niet haaks op elkaar? Of gaat u daar het lobbycircuit voor aanwenden? En als dat laatste het geval is, zijn we gerustgesteld. Ja, ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik merk dat er een begin is van een wijziging van standpunt bij betrokken partijen. Laat ik het zo formuleren. Dat men inziet dat ook de vaarsector, toerrecreatiesector, zeg maar een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economie in dit gebied. Dat het veel kansen biedt. En tegelijkertijd moeten ook de natuurbelangen gewogen worden. Maar ik merk dat in dit geval goede discussie op dit moment plaatsvindt. Hierbij wil ik het laten, voorzitter, want er zijn geen amendementen of moties in mijn richting. Dank u wel. Dan denk ik zomaar dat meneer De Vent de volgende is. Wethouder De Vent, ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik geef heel kort in op een aantal vragen, zeker uw opmerkingen die gemaakt zijn. Beginnen met de CDA-fractie. Evaluatie armoede en schuldhulpverlening. Dat heeft ook mevrouw Luiten van de Partij van Arbeid natuurlijk genoemd. Daar bent u bij eind augustus, bespreken we dat uitgebreid in de Raad. Dan kom ik ook bij u terug met de accenten en de focus die we zelf ook willen leggen rondom het vervolg. En dat is een opmaat naar uiteindelijk een nieuw beleidsplan toe. Vanaf halverwege 2017, waarin we gaan kijken wat de ontwikkelingen zijn
En die volgen we ook op de voet. En dan hebben we ook de beschikking over de uitkomsten van inkomsten en effecten in de rapportage. Dus dan hebben we uitgebreide informatie om met u te delen van waar staan wij nou als gemeente Hardenberg als het gaat om het vangnet van mensen, althans op het gebied van inkomen. Duurzaamheid heeft u genoemd. Ik hoop dat u van licht naar donkergroen gaat. Want de ambities zijn er. Dat ondersteunen wij natuurlijk. Als college hebben we ook gezegd, daar willen we zelf ook mee door. U heeft ook gehoord van andere partijen, onder andere de Partij van Arbeid. U bent ook meegeweest voor een deel naar Saarbeek toe. En enthousiast geraakt over wat daar is en wat daar kan. En dat het ook bestuurlijke en politieke moed vraagt om stappen te maken. Nou, dat moeten we dan ook met elkaar gaan doen. En wij nemen u mee in de beschouwingen en de mogelijkheden na de zomervakantie, zodat u met ons eind van het jaar de stip op de horizon kunt zetten, want u heeft zelf daar ook een motie ingediend, niet zo lang geleden. En meneer Boersma, u heeft gevraagd naar de sociale monitor. Volgens de agenda, vanuit het stand van zaken notitie die u heeft gehad, heeft u kunnen zien dat u in oktober de monitor krijgt. We hebben ook gezegd dat doen we op dat moment, omdat we dan ook beschikken over externe informatie van waar staat je gemeente. We hebben hem ook compleet. Dus die komt eraan. Meneer Botter, u heeft vorige keer gevraagd naar de positie van Rova in het hele afvaldiscussie. Ik heb u volgens mij toen ook toegezegd, maar ik ben bereid om dat nog een keer te herhalen. Dat we uiteindelijk in de opmaat naar de discussie weer over afvalinzameling ook de marktverkenning doen rondom onze afvalinzamelaar. En dat zeg ik nog een keer op dit moment. Dat heb ik u toegezegd, dus dat doe ik ook. Meneer Rodemond, naar duurzaamheid heb ik volgens mij van alles over gezegd. Dat komt terug. U heeft ook nog gevraagd naar de positie van kinderen in het AZC rondom de reguliere, in relatie tot de reguliere kinderopvang. Wij zijn daarover in gesprek met de organisaties op dit moment. Dus dat heeft nu onze aandacht. Ik ga toe met uw welbevinden, mevrouw de voorzitter, naar de moties. Mevrouw de voorzitter, voordat dat gebeurt, mag ik even een vraag stellen. U zegt over oktober, over die monitor. En als ik goed wil, heb ik ook wel een toezegging gehad. Het zou net voor de vakantie zijn, dus juni, juli. Nou is het oktober. Dan zijn we, dus het duurt ons wel wat lang. Kunt u ook aangeven waarom het toch relatief lang duurt in ons gevoel? Nou, volgens mij heb ik dat ook al eens eerder gedeeld met uw raad. Dat we dan ook beschikken nogmaals over de externe informatie. Want het was niet eerder mogelijk dan op dat moment. En als u een complete beeld wilt van waar we staan, zowel hier lokaal, maar ook als het gaat, dus op basis van lokale cijfers en informatie, maar ook als het gaat om externe informatie, onderzoeken die landelijk plaatsvinden, over waar staat je gemeente bijvoorbeeld, dan hebben we dan een compleet beeld. Dus wij denken dat het op tijd is om uw afweging nog te kunnen maken in het licht van de begroting 2017. Maar zo snel als mogelijk komen we daar met u bij u op terug. Meneer Rodemond heeft ook nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Het was de vraag aan de portefeuillehouder over de mogelijkheid van het verlenen van zorg door jongeren als mantelzorger en die niet mee te rekenen in de bepaling van de ondersteuningsbehoeften. Die is in de Tweede Kamer geweest en graag uw positie hierover. Ik denk dat dat meenemen, de opdracht die ik verstrekt zeg maar, vanuit de politieke discussie in Den Haag, bij de mantelzorg, bij het mantelzorg uitvoeringsplan, wat we hebben in principe hebben vastgesteld, maar waarvan we ook hebben gezegd, er zitten van ons betreft nog wat mogelijkheden om juist, als het gaat om de inzet van jongeren rondom mantelzorg, daar nog wat veel meer mee te doen. Ook in overleg met bijvoorbeeld de scholen van onderwijs, basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Want we willen ook het onderwijs daar met name ook bij betrekken. Dus wij komen daarop terug, want ik heb u de vorige keer ook gezegd, ook het waarderingsinstrument binnen mantelzorg willen we nog een keer gaan herijken. Omdat we ook bijvoorbeeld rondom respijtzorg de nodige behoefte zien. Dus ik neem die mee bij de terugkoppeling van de uitvoering van ons mantelzorgplan. Dank daarvoor. De motie 1, onder andere ingediend door de ChristenUnie. Het ging over de 100.000 euro voor initiatieven vanuit de samenleving. Klinkt sympathiek. Maar wij zijn op dit moment, als ik kijk naar wat er gebeurt in onze samenleving, dan zien we hele mooie initiatieven die er al ontwikkeld zijn of in ontwikkeling komen. Ik denk bijvoorbeeld als u kijkt naar de makelij, als voorbeeld noemen we nog wel eens een datumswaard, hoe dat tot stand is gekomen vanuit de samenleving zelf, waarin aan ons wel een vorm van ondersteuning is gevraagd, een lichte vorm, en het staat. Het staat een jaar, het staat 2 jaar, het staat 3 jaar.
Andere ontwikkelingen rondom de bruggenbouwers, ik noem het toch maar even Ballenbrug. Dat komt tot stand zonder dat wij een opdracht hebben gegeven. En zo zien we her en der in onze gemeente hele mooie initiatieven. Die weten ook wel de weg te vinden naar de gemeente toe. Wat wij nu doen... Meneer Boersma wil graag een vraag stellen. Ik ben heel blij met Jombeek. Een van de genomineerden van onze nabeschap award was de makelij. We hebben een prachtige presentatie gegeven. Maar ik denk, als er nou meer van zulke initiatieven komen, onderop, hè? Niks, geen opdracht van de gemeente, helemaal niks. Waar haalt u dan eventueel geld vandaan, en hebben we niet zoveel, om zo'n initiatief te ondersteunen? Dan zeggen we, het zou mooi zijn als we zo'n fonds hadden, om dat te ondersteunen, en dan krijg je ook dat het particuliere initiatief ook aangewakkerd wordt. En dat is, past heel erg voor mij in de gedachte welke plaats de gemeente moet hebben. Nou, ik wil mijn verhaal even afmaken voordat ik daarop terugkom. Wat wij nu gedaan hebben, is gezegd van, hoe krijgen we nog veel meer die initiatieven naar voren en naar boven? En dat gaat door middel van de contacten die we hebben via onze gebiedsteams onder andere. Laat dat helder zijn. Maar we willen ook toe naar een nieuwe vorm van contractering met die samenleving zelf. En dan denken we niet direct aan bijvoorbeeld een verordening. Dat zeg ik maar heel plat zoals die is. Want verordeningen gaan ook weer uit van reguleren en regisseren. En dan is het toch weer de overheid die aan zet is. We hebben vandaag in het college vastgesteld een conceptplan rondom sociaal ondernemen. Dat komt morgen naar u toe, een concept. Die geven we dus vrij, ook voor consultatie met maatschappelijke organisaties. Ook met de participatieraad. U bent daar ook bij aan zet. En dan zou ik eigenlijk de strekking van wat u nu zegt, daarin willen toetsen. Dus mijn opmerking is, ik zou nog willen wachten met het ter beschikking stellen van een bedrag of fonds. Want voordat je het weet, duik je toch weer in het reguleren. En kijk met ons mee hoe wij die initiatieven naar die samenleving zelf veel meer eigen kracht willen geven, volgens een bepaalde methodiek. En die methodiek die hebben we nog niet klip en klaar. We hebben daar wel een lijn en een gedachte over, maar die willen we ook delen met de samenleving zelf. Voorzitter, mag ik daarop een verduidelijkende vraag stellen? Ja, dat mag straks, maar meneer Boersma was u net even voor. Hier? Nee, het gaat erop. Mevrouw de voorzitter, het gaat ons om, het hoeft nu niet besloten te worden. Wij willen dit graag op het wensenlijstje erbij hebben. En als het op het wensenlijstje erbij komt, dan maken we de afweging straks bij de begroting. Ook op meer dingen die op het wensenlijstje staan. En er wordt ook gezegd, van, dit is het wensenlijstje wat het college voorstelt, staan er nog meer dingen. Daar willen we hem graag op geplaatst hebben. En het kan best zo zijn, als blijkt dat uit de notitie, dat er heel veel van die wensen al voldaan is, dat we zeggen, in november, dat kan of kleiner of ingetrokken worden, maar dat willen we op dat moment graag. Dat is de enige vraag die we stellen, mag die op het wensenlijstje. Ik zou het juist willen ontraden, omdat je niet alles ook met geld hoeft te realiseren, zeg ik dan maar nadrukkelijk. Dus vanuit die gedachte, om dat helemaal vrij en open te houden, stel ik voor, houd hem aan, kom ermee terug op het moment dat wij met u de koersnota hebben vastgesteld. Meneer Breukeman? Ja, iets concreter misschien. Zijn er goede maatschappelijke initiatieven die geen doorgang vinden omdat u als college geen geld heeft? Die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar die zijn niet altijd bij ons bekend. Laat het ook maar helder zijn. Heel veel partijen weten naar ons de weg te vinden. Er zijn dus geen goede maatschappelijke initiatieven bij u bekend die niet doorgaan omdat het college geen geld heeft? Nee, dat zeg ik niet. Dat is een eigen interpretatie. Ja, dat was het proberen waard. Ja. Maar ik zou dus nogmaals willen pleiten. Ik snap de strekking van de motie. Maar houd hem nog even aan. Want we willen met u juist ook vanuit de nieuwe rol en positie vanuit besturen. Denk ook even vanuit de rol vanuit de college en raad, om niet gelijk weer bovenop iets te gaan zitten en het regelen met verordeningen. Maar geef ons even de ruimte. En in september komt die koersnota naar u toe. En dan kunt u nogmaals de strekking van uw verhaal daarin toetsen. Nog één ding. Uw college zegt steeds, jongens, raad komt ook met eigen initiatief. En dat is juist van deze vergadering met elkaar. Dan komen een aantal partijen met een initiatief. En dan gaat u dat ontraden. En dan denk ik, ja, dan wordt het weer een lijstje wat het college voorgesteld. Laat ons nou ook eens wat op het lijstje mogen zetten. Dat is misschien heel populair gezegd, maar zo bedoel ik. En ik zou juist willen zeggen van, kijk nog eens goed naar uw positie. Juist vanuit onze gedachte van die koersnota. Daar komt u dan ongetwijfeld in terug. Dus ik vraag uw geduld. Dat is mijn reactie, mevrouw. Ik geloof dat mevrouw Luiten er ook nog. En dan zou ik graag willen vragen of u door wilt gaan. Maar ik begrijp eigenlijk niet, als u er toch in terugkomt, waarom we hem dan nu niet zouden kunnen aannemen. Omdat
Omdat je dan, wat mij betreft, al een soort voorschot neemt weer op iets wat misschien... waardoor je de rol van en de positie vanuit die overheid misschien toch nu weer op een of andere manier vorm geeft. En je positioneert. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk de ruimte, de vrijheid geven aan de samenleving. Om samen met ons dat nieuwe landschap van ondernemen vorm en inhoud te geven. En door de motie geef je toch weer blijk van richting geven vooraf. En dat willen we niet. Mevrouw Luijten, ik laat mevrouw Luijten even reageren. Dan kort mevrouw Van den Hoek. En dan zou ik wethouder kans willen geven om zijn verhaal af te maken. Ja, ik heb nog één laatste vraag. Wel pas als laatste, meneer Gelling. Ga uw gang, mevrouw Luijten. Dat u eigenlijk bezorgd bent dat we het met te veel liefde verstikken, zal ik maar zeggen, hier bij de gemeente. Maar ik kan me ook voorstellen dat u een dergelijke voorziening voor mijn part belegt bij een heel lichtgewicht fonds. Of dat nou een oranje fonds is, of een lokaal van provinciaal Prins Werner fonds. Of, nou ja, je kan er allerlei dingen voor verzinnen, waardoor je in ieder geval die angst van die bureaucratie misschien wat wegneemt. En nogmaals, bij fonds denk ik ook weer aan geld. Dus dat zou ik liever nu op voorhand niet willen doen. Dat is mijn pleidooi. Mevrouw Van den Hoek. Als ik het goed begrepen heb, voorzitter, gaat het ook over geld die wij als raad de beschikking zouden willen kunnen stellen, waarop wij vanuit een aantal regelgevingen, zoals die liggen, beslisbevoegdheid gaan krijgen. In hoeverre verhoudt dat verhaal zich met waar u mee bezig bent? Of kunt u dit meenemen gelijktijdig in de koersplan die u doet? Want dat zou een andere strekking zijn. Of u zegt tegen ons, hou het aan en toets het zelf straks naar waar ik mee kom. Of wij geven u een genuanceerde opdracht mee waarin we zeggen, neem dit plan mee en veranker dit in uw koers. Is dat niet een veel beter idee? Ja, maar dat is volgens mij ook wat ik steeds als pleidooi heb neergezet. Ik zou zeggen, neem de strekking van de motie mee. Daar zit ook geld in. Dat wordt ook nu steeds gezegd. Ik kom daarmee terug op het moment dat u met ons gedeeld hebt de wijze waarop wij sociaal ondernemen een vorm en inhoud willen geven. En daar kan geld een onderdeel van uit zijn, onderdeel van zijn. Maar uw rol en positie speelt daar ook met name, is dat met name ook van belang. Dus voor mij komt hij gewoon terug. Meneer Gelling, als laatste over dit onderwerp. Ja, nog even kort, hoor, want ik ben nu een beetje verwarring. Want ik dacht eerder deze avond te begrijpen, als je iets op een wensenlijstje zette, dat dat bepaalde consequenties had en verwachtingen zou scheppen. En nu begrijp ik dat het hetzelfde plaatsen op een wensenlijstje van een ton structureel dat niet doet. Daar ben ik wat verward over. En overigens vindt de VVD-fractie dat dit nou net een uitvoerende taak is die wij graag bij het college zouden laten liggen. Juist omdat wij bang zijn dat er iets ontstaat van, nou, als je het niet daar, dan doen wij het wel. En dan krijg je zo'n merkwaardig spanningsveld ter zake van het uitkeren van allerlei goed bedoelde initiatieven, waarvoor volgens mij ieder goed initiatief een welwillend oor vindt al bij het college. Voorzitter, maar ik wil toch nog even iets opmerken als het mag. Nou, ik ben al aan het woord, dus ik pak hem gewoon. Als het kort is, mevrouw Van den Hoek. Ik zou toch echt zeer op prijs stellen als wethouder zou willen overwegen om de strekking van ons plan als basisuitgangspunt te nemen voor uw koers en niet andersom. Want anders krijgen wij straks weer de discussie dat uw raad is aan zet. We hebben deze set gemaakt. Al dan niet het aanhouden van de moties, dan eventjes niet de discussie. Dan kunt u onze koers meenemen en daarin dus ook de financiële grondslag meenemen binnen het plan wat u doet en niet andersom. Voor mij geldt het voor beide. De strekking, de boodschap hierin is me helder. Die nemen we mee in de discussie straks richting de vormgeving van die koersnota. Die staat nog open. En u bent aan de andere kant zelf ook bij om met over ons in gesprek te gaan. En maar dat geldt niet alleen voor u, dat geldt ook voor de participatieraad en maatschappelijke organisaties. Ik ga door met motie 2. Voorzitter, ik zou graag een korte verheldering van de vraag willen stellen, als me daartoe gestaan is. Nee. Meneer Botter. Wij zijn een oppositiepartij en hier gebeurt iets heel merkwaardigs. Maar ook wel iets heel menselijks eigenlijk. Een fractievoorzitter van PvdA-huizen verschilt van mening met de eigen wethouder. Dat is voor een oppositiepartij altijd smullen. De volgende vraag die ga ik stellen, ik ga hem heel kort stellen. Die lijkt heel flauw, maar dat is die absoluut niet. En die ga ik stellen aan mevrouw Luijten. Kunt u mij concreet, zonder dat ik u er later aan ophang aan het voorbeeld, kunt u mij eens een voorbeeld noemen waar u geld beschikbaar voor zou willen stellen? Kom eens met een voorbeeld waarvan u zegt van, daar doet het college niks mee, of in onze optiek te weinig. Kom eens met een voorbeeld waar dat geld voor bestemd zou zijn.
Meneer Botter, ik geloof dat deze vraag eigenlijk gebaseerd is op twee verkeerde aannames. Ten eerste dat u hier getuige bent van een conflict tussen een PvdA-wethouder en een PvdA-fractievoorzitter. Dat is volgens mij niet aan de orde. Ik heb de wethouder een aantal vragen gesteld. Daar heeft hij antwoord op gegeven en het is nu aan ons om vervolgens te concluderen wat we daarmee zullen doen. Dat is één. En twee, u vat deze motie kennelijk op als een blijk van wantrouwen of te weinig overtuiging in de capaciteiten van dit college. En dat is helemaal niet aan de orde. Waar het over gaat is dat er een evenementsverordening is en daar gaat het over evenementen en holla die, zal ik maar zeggen. En promotie van de sector. En dit fonds is er nou juist op gericht om activiteiten te ondersteunen die misschien niet heel veel promotie hebben, die misschien niet alle kranten halen, maar die wel over wat ik dan maar even samenvat als het sociale weefsel van onze samenleving versterken. Dus A, er is geen conflict. En B, het college doet het fantastisch. C, ik kan nu concreet niet even iets verzinnen, maar die zijn er vast. En bovendien, je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. En hier kap ik de discussie nu wel mee af. Sorry meneer Botter, maar dit onderwerp is nu wel uitgekoud, denk ik. Meneer De Vent, als u verder wilt gaan, graag. Goed, ik ga op naar de tweede. Kijken wat dat oplevert. Ik hoor gefluister hier, maar ik ga mijn eigen verhaal afsteken. De sociale onafhankelijke ombudsfunctie, motie nummer 2. Nou, we hebben volgens mij inderdaad in het verleden al eens keren daar een discussie gehad. Dat was nog in het begin van alle grote veranderingen die er kwamen. Toen hebben we volgens mij ook gezegd van nou, is het niet wat prematuur om dat nu in het begin te doen. Laten we eerst eens kijken hoe we varen met onze gebiedsteams. Maar ook, en dat hebben we natuurlijk later ook ontwikkeld, de onafhankelijke cliëntondersteuning. Want er zijn natuurlijk best instrumenten op dit moment die in de richting gaan van wat u wilt. En juist die onafhankelijkheid, die vinden we heel erg belangrijk. En we hebben natuurlijk ook onze reguliere procedures voor klachten en bezwaren. En misschien is dat niet helemaal wat u bedoelt, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, die vraag heb ik ook gehoord vanavond, van, volgens mij vanuit de CDA-hoek, hoe verhoudt zich dit tot onze klachten en bezwaren? Nou, even heel plat, want ik hou wel van een beetje grote getallen. We worden op dit moment verstrekken we 10.000 voorzieningen even binnen het sociaal domein, waarvan 7.000 binnen de WMO. Dat zijn er nogal heel hard. En het aantal bezwaren, klachten of alles wat ermee samenhangt, bedraagt op dit moment zeg maar minder dan 1%. En dan kun je zeggen, nou dat doet het fantastisch. Dat zeg ik niet. Waar wij naar op zoek zijn natuurlijk is, net als u, van ja, wie horen we niet en wie zien we niet? En dat is een hele moeilijke vraag. Want dat is een vraag die ik me ook al heel lang stel. Waar we naar op zoek zijn. En met name op zoek zijn via onze gebiedsteams. Want we hebben niet voor niks gezegd. Dichter in de buurt, dichter in de wijk, dichter bij de mensen. Zodat we horen, zien wat daar gebeurt. Zodat ook de mensen die anders niet in beeld komen, nu wel in beeld komen. En dat zal altijd een zoektocht blijven. Ik heb niet de illusie dat we iedereen in beeld krijgen. Laat dat ook maar helder zijn. Maar we moeten wel ons best doen om mensen zoveel mogelijk te horen. Dat is volgens mij de strekking van dit verhaal. En dan kom ik naar het punt toe. Wij willen wel eens onderzoeken en kijken hoe we een functie van de sociale ombudsman of vrouw kunnen gieten zeg maar, binnen dat instrumentarium wat we nu hebben. In relatie tot bijvoorbeeld onafhankelijke cliëntondersteuning, samen doen teams. Dus ik wil het ook met name met die partijen goed bespreken. En ook met onze nieuwe participatieraad. Die vindt daar denk ik ook wel iets van. En bij u terugkomen. Terugkomen dan met het verhaal hoe we dat vorm en inhoud willen geven. En geeft u mij daar wel iets meer de tijd voor. Want u zet mij wel in een tijdsklem. Van 1 september. Ik hecht wel aan zorgvuldigheid. Ik zou willen zeggen 1 oktober. Daar kan ik met de voeten in 1 september is te vroeg. Meneer De Vent, ik begrijp dat 1 september heel vroeg is. Wij hadden oorspronkelijk ook 1 oktober staan. Alleen omdat er juist in september een aantal belangrijke nota's en evaluaties en andere stukken op de agenda staan. Die met dit sociaal domein te maken hebben. Hebben wij na overleg toch geconstateerd dat het wel heel belangrijk is dat we een, al is het maar een voorlopige rapportage of een soort doorkijk, tegelijkertijd op zijn minst op tafel hebben. En we verwachten dan ook niet op 1 september, spreek ik even voor de mede-indieners, een volledig uitgewerkt plan waar met 1 druk op de knop de volgende dag de vacature in de krant staat, maar wel een richting waarin u heeft gezegd, dit zijn de bestaande scenario's, deze en deze zien we eigenlijk om de volgende reden hier niet zitten en dit zou hem wel eens kunnen zijn.
Zodat we in ieder geval dat kunnen meenemen in het gesprek over die andere nota's. Voorzitter, we gaan ons best daarvoor doen. Is de motie daarmee overbodig? Die lijkt mij niet overbodig. Laat ik dan ook even aan de indieners over. En mijn suggestie zou zijn om straks als deze termijn afgelopen is om te schorsen. Om daar met elkaar even gedachten over te wisselen. Ten slotte, de motie nummer 4. Meneer Rodeman, volgens mij heeft u, mevrouw de voorzitter, met uw andere positie net al een richting gegeven over PRO. In relatie tot het plan voor het voortgezet onderwijs. Want volgens mij is dat ook de lijn die wij inderdaad hanteren. We gaan hier nog in gesprek met al die partijen binnen het voortgezet onderwijs. Om te kijken wat is nou die behoefte voor de lange termijn. Kwantitatief, kwalitatief, daar speelt het krimp ook met name nog een rol in. En ik vind dat we daar binnen, en PRO hoort daar ook bij, in relatie tot het voortgezet onderwijs, moeten kijken hoe we dat integraal gaan aanvliegen. En vanuit dat integrale plan wordt een richting geduid. En dan komt ook inderdaad het verhaal van PRO terug. Dus ik zou willen voorstellen om het daar ook aan te koppelen. En in die zin zou ik de motie dus ook willen ontraden. Voorzitter, even voor de volstrekte helderheid hoor ik de portefeuillehouder nu dus zeggen dat PRO Hardenberg in feite op de politieke agenda staat en dat die dus besproken gaat worden. Nee, ik heb gezegd dat die terugkomt in het gesprek dat wij nog als gemeente voeren met alle scholen voor voortgezet onderwijs, om te kijken naar een integraal plan voor alle scholen, te kijken naar ontwikkelingen, behoeften. En op basis daarvan, dan houden we ook die ontwikkeling van passend onderwijs nog daarbij in de gaten. Dat we dan van het daaruit gaan distilleren en kijken van welke richting geven we aan welke partij in dit hele plan. Dus het is nog niet een agenda, maar ik wil eerst het integrale plan voor het voortgezet onderwijs vaststellen met de partijen, om als dan te kijken of PRO daarin ook naar voren geschoven. Nee, oké, sorry. Anders voor de spraakverwarring, ik bedoelde niet een agenda voor PRO Hardenberg, maar op onze agenda staat die school dus nu eigenlijk vermeld. Hij komt terug in het huisvesting onderwijs. Ja, exact. Ja, dank. Dank u wel. Dan zou mijn voorstel nu zijn om te schorsen. 10 minuten, als dat genoeg is. Dan gaan we om 9:40 verder. Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plek opnieuw in te nemen. Dan gaan we de raadsvergadering aanvangen met de slottermijn. Geachte leden van de raad, ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de bespreekstukken 6 en 7. We hebben 3 termijnen gehad. Ik stel voor om naar de slottermijn over te gaan, de stemronde. Maar niet nadat ik geïnventariseerd heb welke amendement en de moties nog overeind worden gehouden nadat het college heeft gereageerd zojuist. En ik maak even een inventarisatie snel. Amendement nummer 1, die gaat over aanpassing van de begrotingsbehandeling, integrale afweging, ingediend door het CDA. Die houden wij 4 overeind. 4 overeind. Niet gewoon overeind, maar 4 overeind. Ja, dat is een beetje het gevolg van het Belgisch voetbal volgens mij. 4. Dan de motie 1. Het gaat over het nieuwe beleid, het maatschappelijk fonds noem ik maar even. Die gaan wij aanpassen. Ja. U kunt regel 2 en 3 kunt u schrappen. U kunt schrappen in regel 1 de 100.000 euro. En op die plek graag neerzetten en nadat de bepaalde bedrag structureel op te nemen. Akkoord. En dan blijft die inderdaad, gaat die in stemming komen. Motie nummer 2, dat is ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Die dienen wij prompt in, maar met de 1 wijziging, namelijk 1 september wordt veranderd in september. Om in september een voorstel aan de raad te leggen. Akkoord, die blijft ook staan. Dan motie nummer 3, ingediend door de fractie van D66. Het gaat over beleid, nieuw beleid, positieve effecten. Ja, aangezien ik van wethouder Prinsen daarin toezeggingen hoorde, om te kijken naar ook andere middelen, trek ik deze motie in. Weliswaar 4, maar toch. Ja, akkoord. Deze wordt 4 ingetrokken. Dan motie nummer 4, ook ingediend door de fractie van D66 over de huisvesting PRO.
Daarvoor geldt in feite hetzelfde. Ook hierin hebben wij een toezegging gehoord dat die besproken gaat worden in een andere vorm. En daarom trekken wij ook deze motie in. Akkoord. Dank daarvoor. Dan komen wij bij de stemming. Er kan een stemverklaring afgelegd worden. En we hebben afgesproken om afzonderlijk te stemmen over de voorstellen, zeg maar, de agendapunten. Is dat akkoord? Dat is akkoord. Dan stel ik voor en aan de orde de jaarstukken 2015 en de resultaatbestemming 2015. Annex de zevende wijziging van de begroting 2016. Er liggen geen moties of amendementen bij dit onderdeel. Dus mijn vraag is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Fractie van CDA, akkoord. ChristenUnie, akkoord. GroenLinks, akkoord. VVD, akkoord. D66, niet akkoord. Opkomst van nu, akkoord. En de Partij van de Arbeid ook. Dus daarmee is het voorstel een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Dank. Dat brengt ons bij de eerste bestuursrapportage 2016 en de kaderstelling 2017. We stemmen eerst over het amendement. En dan over het voorstel en dan over de moties. Moties, ja. Die nog over zijn gebleven. Het amendement allereerst wil ik in stemming brengen. Ik moet hem er even bij pakken. Het amendement is ingediend door de fracties van CDA, VVD en op koers.nu. En mijn vraag is aan de andere fracties. Kunt u instemmen met dit voorstel? Dit amendement zoals het is ingediend. GroenLinks, akkoord. VVD, we hadden al genoteerd. D66, niet akkoord. Op koers.nu was ook al mede ondertekenaar en tenslotte de fractie van de Partij van de Arbeid is akkoord. Daarmee is dit amendement. Mogen wij ook nog wat en vinden? De ChristenUnie ook akkoord. Daarmee is het amendement zelfs met een ruime meerderheid nu aangenomen. Dank. Dan komen wij bij de voorstellen zelf. De raadsvoorstellen zoals ze voorliggen rondom de eerste bestuursrapportage 2016 en de kaderstelling. Mijn vraag nu is er behoefte aan een stemverklaring nog door? Dat is het geval. Fractie van D66. De heer Rotmond. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het zeer beperkt houden. Wij zijn verheugd met deze bestuursrapportage en de kadernota zoals die voor ons ligt. Daarom zullen wij met vreugde ook voor gaan stemmen. Akkoord. Breng het voorstel in stemming. Fractie van het CDA, akkoord. ChristenUnie, akkoord. GroenLinks, akkoord. VVD, akkoord. D66, zoals gezegd, akkoord. Op koers ben nu. En Partij van de Arbeid ook akkoord. Daarom is het voorstel aangenomen. De algemene stem. Dan de moties. Motie nummer 1. Een gewijzigde motie. Zoals gezegd over het maatschappelijke initiatievenfonds. Toevoeging is gedaan nadat het bepaalde bedrag op te nemen in de begroting. Ik vraag de fracties van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks hebben voorgestemd al. Dus er zijn de indieners van het voorstel. De CDA-fractie, akkoord. Dan VVD-fractie, ook akkoord. En op koers.nu, ook akkoord. Daarmee is dit voorstel ook met algemene stemmen aangenomen. Al dus besloten. Motie nummer 2 aan de orde. De sociale ombudsman of vrouw. Instelling licht gewijzigd in de zin van om in september een voorstel aan de raad voor te leggen. Ingediend door de fracties van Partij van de Arbeid, ChristenUnie, VVD, D66. Andere fracties, CDA, stemverklaring, als dat nog kan. Dat kan, ja. Wij kunnen akkoord gaan met deze motie met dien verstande dat wij de uitwerking zoals die door de wethouder geschetst is ondersteunen. Akkoord, nou, die is geschetst inderdaad al zodanig. Dus u gaat daarmee akkoord. Ik kijk naar de fractie van GroenLinks, ook akkoord. Op koers.nu, akkoord. En daarmee is deze motie ook breed aangenomen. Gefeliciteerd. En dat is een feit nu. Komen wij bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 8. Het kredietvoorstel nieuwbouw Sporthal Hardenberg. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen? Ja. De heer Brink, CDA-fractie. Ik ben niet zo groot, hè, dus ik kan me voorstellen dat u mij een beetje op het hoofd ziet. Nou, dank u wel, voorzitter. Even een hele korte stemverklaring. Twee weken terug hebben we dit punt aan de orde gehad tijdens de oriënterende ronde. Namens de CDA-fractie heb ik toen wat vragen gesteld.
Die gingen enerzijds over de inrichting, tribuneplaatsen, et cetera. Daar is notitie van gekomen. Daar willen wij de betrokkenen voor danken. En misschien op basis hiervan hebben wij een goede afweging kunnen maken. En zullen wij instemmen met het voorstel. Akkoord, dank. Anderen nog, niet het geval. Ja, op koers ben nu de heer Bot. Voorzitter, wij willen graag één punt maken. En dat is het punt, mede naar aanleiding van de inspreker van de vorige keer. Bouw dat ding in één keer goed. Een hartekreet die u doet. Ja, volgens mij proberen we niet anders dan goed te bouwen. Maar die wordt in ieder geval genoteerd als stemverklaring vanuit de zijde van opkoers.nu. Ik vraag of u kunt instemmen met het voorstel, kredietvoorstel zoals het voorligt. Fractie van Partij van de Arbeid akkoord op opkoers.nu. Akkoord D66, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, CDA. Akkoord. Voorstel is aangenomen. Dan agenda punt 9, de beheersverordening Hardenberg wonen. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen, algemene stemmen, dit voorstel aangenomen, constateer ik. Dan agenda punt 10, een lijst ingekomen stukken tot en met 14 juni 2016. U kunt instemmen, akkoord, akkoord. De rondvraag, agenda punt 11. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? U heeft nog even, dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 12, sluiting van deze vergadering. Vergadering waarin we aan de orde hebben gehad vooral de jaarstukken, maar ook vooral de kaderstellende voorjaarsnota voor de eerste keer op deze manier. Ik vond het een mooie bijdrage, vooral de eerste termijn de algemene beschouwing. Daarvoor wil ik u danken voor een eerste keer zo de discussie met elkaar gevoerd te hebben, het debat. Dat smaakt naar meer. En dat kunt u al doen tijdens de begrotingsbehandeling in november. We zien elkaar dan sowieso weer, ga ik vanuit. De vergadering is gesloten. Dank voor uw inbreng.